Een goede avond allemaal en welkom bij een tasting die ondertussen 2,5 jaar in de making is. Het was tijdens een online sessie met de heer Ben Belmans, de godfather van de Belgische cocktail scene, dat ik het idee kreeg om een masterclass over Genever te doen. En door allerlei heel toevallige en fortuinlijke wegen zitten we hier samen met deze gast die ik u zo meteen ga voorstellen in het Genever Museum in Hasselt om die masterclass Genever te gaan doen. Jullie hebben normaal gezien allemaal jullie samples klaar. We hebben onze glaasjes klaar, we hebben onze flessen hier klaarstaan. Dus ik denk dat we er zo snel mogelijk aan moeten beginnen. Het eerste dat ik moet doen, is mijn gast voorstellen. En ik ga dat doen zoals ik dat meestal doe met gasten. Ik ga u eigenlijk niet voorstellen. Ik ga gewoon zeggen, dit is de heer Davy Jacobs van het Genever Museum, de directeur van het Genever Museum. Ja. Davy, wie ben jij? Eerst en vooral welkom allemaal. Het is een beetje raar. In het Genever Museum wil ik zeggen. Ja, jullie zijn er toch wel bij. Welkom ook hier live aanwezig. Wie ben ik? Ik ben inderdaad Davy Jacobs. Al een tijdje actief hier in het Genever Museum sinds 1999. Het is echt al een tijdje. 23 jaar en sinds 2005, dus 17 jaar als directeur hier in dit huis. Wij vieren volgende week onze 40ste verjaardag. Niet wij. Nee, wij niet. Ik ben al ouder ook. Ik ook. Het Genever Museum viert zijn 40ste verjaardag, waar ik er dus meer dan de helft van heb meegemaakt. En ik heb Genever zien, moet ik het zeggen, opkomen niet. Daarvoor mogen we al verder teruggaan in de geschiedenis, gelukkig. Maar ik heb wel toch productieconsumptie zien dalen, maar ook gelukkig toch weer zien stijgen de laatste jaren. En daar komen we straks zeker nog op terug. Ja, voilà, dus dat ben ik heel kort. Ik denk de ideale mens om ons door de geschiedenis, het productieproces, de verschillende appellaties, maar dat mag ik niet zeggen, van de Belgische Genever te leiden. En ik denk dat we best zo snel mogelijk beginnen met iets te proeven. Ja. Maar geen Genever gaan we niet direct proeven. Hè? Nee. Normaal heeft iedereen zo'n zakje Geneverbessteentjes, zoals wij dat noemen, gekregen in zijn box. Geneverbes, wij ervaren hier in het museum heel vaak dat mensen, zeker de jongere generaties, niet meer weten hoe Geneverbes smaakt. De meeste jongeren onder ons dan, die hebben wel al gin geproefd en hebben dan misschien een klein beetje een notie. Maar om de bezoekers en de consumenten hier in ons proeflokaal, we hebben hier een proeflokaal in ons museum, toch vertrouwd te maken met die Geneverbes die zo belangrijk is in de productie en in de geschiedenis van Genever, hebben wij deze suikerzoete snoepjes toch wel. Het is puur suiker, maar wel met een sterk Geneverbes aroma. Dus om even erin te komen en die Geneverbes smaak te proeven, zou ik zeggen, neem al zo'n snoepje. Ja. Ga jij er ook eentje pakken? Ik ga er ook eentje. Ja, het is misschien wat moeilijker. Wij praten de hele tijd. Wij gaan met de mond vol praten, dames en heren. Okay. Ja, we gaan het doen. Toch al gezondheid. Maar ik vond ook, toen ik het hier ontdekte, dat jullie dat hadden, Davy, want ik wist dat eigenlijk ook niet, hoe dat een Geneverbes smaakte. Of toch niet die duidelijke smaak. Ja. En sinds dat ik de bolletjes heb ontdekt, heb ik het ook wat geleerd, of weet ik het nu beter, of zit het in mijn hoofd wat het is, een Geneverbes. Dus, Ja, weet je, we hebben er hier ook op onze binnenkoer een aantal Geneverbes-struiken staan. Het is in onze streek een zeer zeldzame soort, een zeer zeldzame heester. Ondertussen, dat is anders geweest. Eeuwen geleden was dat hier rijkelijk voorhanden, de Geneverbesstruik. En gaandeweg in de tijd zijn die verdwenen. En als we dan Geneverbessen, de meeste Geneverbessen worden, die zijn nu nog wel te vinden in hier en daar wat reservaten. Nationaal Park, de Hoge Kempen, Zoetendaal, As hier in Limburg vind je er nog wel wat. Maar de meeste distillateurs, die moeten die toch wel gaan invoeren of elders aankopen. En we weten dat die Geneverbessen toch wel toch afkomstig zijn uit Oost-Europa, Canada, Verenigde Staten. De meeste komen vandaag? Zo laat ik mij toch vertellen door de distillateur zelf. Dus zal er wel zo zijn, ja. Alright. Ja, voilà. Misschien, voordat we dan aan de Genever zelf beginnen te proeven, de belangrijkste vraag van al, wat is Genever? Ja, voor alle duidelijkheid heb ik niet gezegd toen ik mij voorstelde. Ik ben
Zeker geen bioloog, chemicus, biochemicus. Ik heb geen opleiding in bierbrouwerij, jeneverstokerij, distilleren of zo gehad. Dus ik moet het vooral hebben van mijn historische en taalkundige opleiding. Mm-hmm. Niettemin door die jaren ervaring hier en ook door hier te stoken, want we hebben, je ziet het allemaal achter ons, een actieve stoomstookinstallatie uit de 19e eeuw, waarmee wij onze eigen huisproducten distilleren, waarvan we straks ook één gaan proeven trouwens, weet ik wel ongeveer hoe de vork in de steel zit. En ik heb gezien dat er ook wel een aantal kenners ook wel onder het publiek zijn die wel wat notie hebben, of misschien zelfs meer notie dan ik van dat hele destilleerproces. We hebben een heel tof publiek, heb ik gezien. In de lijst zat een beetje van alles, van gewone liefhebbers tot echte geeks, tot professionals, tot bartenders. Dus een heel leuk publiek. Wel geen enkele West-Vlaming is mij opgevallen. Ja, er is één West-Vlaming, maar die woont in de Kempen, dus dat telt niet echt. Dus, ja. Maar om even op de vraag terug te komen. Excuseer, ik ben ook aan het snoepen nu. Hè. Om dat productieproces even kort te schetsen. Zoals wij het hier doen, en dat is eigenlijk exemplarisch voor de manier waarop het vandaag nog gebeurt in ook de commerciële Geneverstokerijen. Want de principes die zijn universeel en van alle tijden. Dus distilleren is niet iets wat vandaag anders gebeurt dan, dan pakweg 500 jaar geleden. Want wij spreken altijd van 500 jaar distilleerkunst in de Lage Landen in Vlaanderen. Maar Genever, om to the point te komen. Mm-hmm. Genever is traditioneel een graandistillaat, een distillaat uit granen. De wetgeving spreekt daar vandaag anders over. Maar we gaan even kijken hoe het traditioneel product Genever gemaakt wordt. Een vergist beslag van granen. Mm-hmm. Dat in een alambiek of in een kolom, zoals je hierachter ziet, wordt uitgestookt. Hè? Uit die brei, uit dat beslag, wordt die alcohol gedistilleerd. Het principe van distilleren, zitten hier. De meesten hebben daar al wel van gehoord hoe dat werkt. Spelen met kookpunten, verdampen, condenseren enzovoort. Maar de bottom line is, dus na dat distilleren houden we een halffabrikaat over de moutwijn, maar over straks nog meer. Ja. En die moutwijn, iedereen kent dat ook wel van de moutwines van de whiskyproductie, die moutwijn die gaan we dan afwerken tot jenever. En die afwerking gebeurt in een aantal verschillende fasen. Dat is uiteraard volgens het geheime recept, meestal van de meesterstoker, een kruidenmix toevoegen, waarvan jeneverbes de voornaamste is. En dan uiteindelijk gaan we die moutwijn ook ik gebruik het woord niet graag, aanlengen met neutrale, aanlengen is niet heel correct, maar we gaan die blenden met neutrale graanalcohol. Mm-hmm. Moutwijn is je hebt 100% moutwijn Genever, dus we gaan er zeker proeven, maar traditioneel wordt het halffabrikaat moutwijn aangevuld of aangelengd met een neutraal graandistillaat. Om dan gearomatiseerd te worden met de kruiden en wel effectief gereduceerd of aangelengd te worden met water tot een drinkbaar alcoholvolumeprocent. Dat is heel, heel traditioneel het product Genever. Mm-hmm. Als we naar de wetgeving gaan kijken, en ondertussen is ons snoepje bijna op, kunnen we gaan proeven. Van mij nog niet hoor. Maar ik moet ook een keer direct bijten, dan gaat het sneller. Als we naar de wetgeving, naar de regelgeving gaan kijken, dan kan Genever officieel gemaakt worden uit om het even welk landbouwproduct. Ik denk dan aan aardappelen, melassen. Je kunt het zo gek niet bedenken als het maar een landbouwproduct is. Voor de basis alcohol wilde ze. Voor de basis alcohol. Maar de traditionele Geneverstokers die gebruiken uiteraard granen. In verschillende verhoudingen, verschillende soorten. All right. Super. Zullen we iets uitschenken? Wat gaan we doen? Waar gaan we mee beginnen? Want de mensen weten de volgorde nog niet natuurlijk. Nee. Ik zal het al zeggen, want jij zei je snoepje nog aan het doen. Dus de eerste die we gaan proeven is de Founders Reserve van De Moor. Nonkel Achille stelde al een vraag. Ik mag die een Nonkel Achille noemen van Tom. Wat het verschil is tussen gin en jenever, daar gaan we zeker nog op terugkomen. Ja. Of gaan we dat nu al meteen even beantwoorden? Ik wil daar al kort op antwoorden. Ik wil daar straks nog eventueel op terugkomen. Het verschil, het voornaamste verschil tussen jenever en gin. En dan gaan we
ga ik ook even niet naar de wetgeving kijken, maar zit ook in die traditie. Genever, ik heb het al verschillende keren gezegd, wordt traditioneel gemaakt van een graanbeslag. Mm-hmm. Ja. En bij gin was dat niet het geval. Bij gin, in een tijd dat gin uitgevonden werd, gin is een afgeleide van genever. Zonder genever zou er geen gin zijn. Ik zeg het bastardkindje, hè? Dat is op zijn zacht uitgedrukt. Voilà. Want het zijn de Britten die hier de Hollandse soldaten tegen de Spanjaarden hebben zien vechten. En die zagen dat de Hollandse soldaten zich moed indronken met wat zij dan noemden Hollandse moed, Dutch courage. En die namen dan die recepturen en die technieken ook wel mee naar Engeland. Maar daar, op dat moment was daar een periode van graanschaarste. Dus kon men moeilijk aan dat graan maken om die basis, om de halffabrikaat te maken. Dus ging men op zoek naar goedkopere grondstoffen. En grondstoffen die veelvuldig voorhanden waren. Mm-hmm. En kwam men terecht bij suikerbiet, melassen, kweeperen. We hebben er straks nog even over gehad. Alles wat voorhanden was, anders dan graan, werd dan gebruikt om die Geneva te maken, afgekort tot gin. Ja. En werd dan voornamelijk gearomatiseerd met jeneverbessen, die toen wel nog ook rijkelijk aanwezig waren. Ja. Om daar ook wel andere kruiden aan toevoegen, maar hoofdzakelijk dus gin. Dus traditioneel jenever op basis van graan, gin op basis van andere landbouwproducten dan graan. Er zijn ook gins die ondertussen op basis van graan ook gemaakt worden. Als we nu naar de regelgeving gaan kijken, is die basis daar geen verschil meer tussen. Dus wordt gewoon gezegd, moet gemaakt worden op basis van landbouwproducten. Mm-hmm. Maar de basis is, het verschil in wetgeving, is dat jenever moet minstens 30% alcohol bevatten. Gin 35%. Mm-hmm. De wetgeving, ik heb het nu over Europese regelgeving, die zegt dat bij jenever, de jeneverbes, organoleptisch waarneembaar moet zijn. Dus als je ze kunt proeven, is het goed. Ja. Terwijl bij gin moet de jeneverbes dominant aanwezig zijn. Okay. Gelukkig hebben ze hier... gelukkig is die regelgeving in 2017, om precies te zijn, verfijnd. En moet ook voor jenever, de jeneverbes... dominant, zo staat het niet in de regelgeving, maar moet meer waarneembaar zijn dan de andere kruiden. Ja, duidelijk genoeg aanwezig. Dus... voor de discussie die we 2 weken geleden hadden, Stijn, online. Dus het is wel degelijk zo, blijkbaar. Dus het dominant aanwezig zijn van de jeneverbes in de gin. Dus voilà. We zijn bij de Founders Malt, of de Founders Reserve van de Moor. Ja. 43% alcohol en met een mooi kleurtje nog. Ja, ik moet altijd... Ik ook altijd, de distillateurs doen altijd zeer geheimzinnig, Geneverdistillateurs alleszins, over hun grondstoffen, over hun receptuur. En voor een deel is dat natuurlijk ook terecht. Nu, wat we hier zeker van kunnen zeggen, is dat het een 100% moutwijn Genever is. Dus daar is geen neutrale graanalcohol aan toegevoegd. Dus je gaat echt normaal gezien... Die granige, moutige smaak moet er echt wel... Ja, die komt er echt wel al uit. Mm-hmm. Ik ga nog eens even proeven. De kleur komt van rijping op Franse wijnvaten. Ja. 12 jaar zeker, hè? 12 jaar gerijpt. En de kruiding, of aromatisering moet ik beter zeggen, is zeer minimaal. Ja, dus je proeft wel, denk ik, een zekere frisse toets. Dat granige komt u wel tegemoet, denk ik. Ja, natuurlijk nu ook wel die smaak van dat snoepje. De jeneverbes. Vanaf een derde knok of zoiets gaat dat weg. Gaat het meer de jenever zelf zijn die je gaat proeven, natuurlijk. Ik heb dit zelf leren kennen tijdens een whisky tasting, Davy. Chris Lauriers, een aantal onder jullie gaan die zeker kennen, had die er tussen gesmokkeld en blind laten proeven tussen een line-up van allerlei whiskies. En hij misstond daar absoluut niet, vond ik. Dus het is een heel tof product. Klopt, dat wordt wel vaker gedaan zo om de deelnemers op een dwaalspoor te brengen of een loer te draaien of zo. Ja. vreemde eenden bijt. Nu,
Ja, ik heb deze als eerste gekozen, omdat we het juist ook wel bij de productie, expliciet over die moutwijn, hebben gezegd. Dit is 100% moutwijn van een stokerij die al een zekere traditie heeft, een zekere geschiedenis. Het is een, een product afkomstig van stokerij De Moor uit Aalst. Stokerij De Moor, ik ga geen uitgebreide geschiedenisles geven vandaag, maar het is wel... Zijn dat de mensen dat heel graag ja, hebben? Ja, tuurlijk, dat kan. Laat het zeker weten. Maar Stokerij De Moor, een aantal leuke weetjes in verband met de stokerij, is gesticht in 1910 door Frans De Moor. Kleinschalige stokerij, met ook al onmiddellijk een handel. Zo ging dat heel vaak met die kleinere bedrijfjes die begin 20e eeuw. Het leven, stokerij die het levensdagen begin 20e eeuw, dat er onmiddellijk een handel of een slijterij, zoals men dan in Nederland zegt, eraan koppelde. Waarbij ook al geïmporteerde producten werden verkocht. En nu Frans, begonnen in 1910, dus een stokerij met toch al een goede traditie. En dat is zeker in de periode dat de Genever nijverheid echt aan boemen was in de Lage Landen. Hier in Hasselt, maar ook in de rest van Vlaanderen, Wallonië en iets minder. Vandaag hebben zij nog een prachtige stokerij. Het is nu, als ik me niet vergis, de vierde generatie die de zaak... Het is een grote, speciaalzaak. Een grote winkel ook gewoon. Maar met een prachtige stokerij, een kleinschalige stokerij. Ze gaan wel uitbreiden. Ze zijn volop bezig met uitbreiding. De naam van het product is ook de Founders Reserve. Dus het is echt volgens... het recept van Frans De Moor in de vroege jaren van de vorige eeuw. Want als ik het goed begrepen heb, is dat toch redelijk uitzonderlijk dat een Genever 12 jaar op een vat blijft liggen? Dat was tot voor kort uitzonderlijk, maar we zien wel dat, dat meer en meer Genever-distillateurs, zowel de grote Filiersen onder ons, maar ook de kleinere... kleinere stokerijen, meer en meer beginnen te spelen met die vatrijping. Terwijl dat eigenlijk voor de Geneverstokerijen een naoorlogsfenomeen is. Genever werd gemaakt om gedronken te worden. Eeuwenlang. Direct. De recipiënten om dat op te slaan waren wel houten vaten. Maar men is daar pas na de Tweede Wereldoorlog echt ook... gaan spelen met die smaken van dat vat. En marketinggewijs was dat natuurlijk ook zeer, zeer interessant. En zo ziet je dat nu bij bepaalde stokerijen, ja, dat ze beginnen te experimenteren met soorten vaten en zo, waar ze in de whisky al veel langer natuurlijk mee bezig zijn. Ja. Maar voor de Genever-stokerij is dat nog maar iets recent. We zien het nu bij De Moor. Filiers zet daar heel erg op in. En wij zetten daar het museum ook op in. We hebben ook een vatgerijpte van 8 jaar. Maar je ziet het bij de meeste distillateurs, dat ze beginnen uit te breiden met rijpingsmagazijnen enzovoorts. En dus ook met verschillende producten op de markt komen. De meeste van de mensen die in de sessie zitten, Davy, die regelmatig een sessie volgen waar ik de host ben, die weten dat al. Ik stel altijd hele domme vragen. Om zelf bij te leren. Dus het concept oude Genever versus jonge Genever heeft dus eigenlijk niks met rijping of leeftijd te maken. Nee, absoluut niet. Dat heeft wel zijn historische wortels. Het verschil tussen oude en jonge Genever gaat terug naar al begin 19e eeuw. De 19e eeuw is de eeuw van de technologische vernieuwingen, van de industrialisatie. En ook in de Genevernijverheid doet die al heel vroeg zijn intrede, want in heel wat, zeker in het Antwerpse en in het Limburgse, in de meeste Geneverstokerijen waren er al begin 19e eeuw stoommachines, kolommen die werkten op stoomgeneratoren aanwezig om dat toch wel intensieve productieproces minder arbeidsintensief en toch ook in die periode al wat energievriendelijker te maken. En kostenefficiënter. En kostenefficiënter natuurlijk, want het gaat veel minder fysieke arbeid nodig om al uw apparatuur aan de gang te krijgen. En nu om even terug te komen, dus de periode van industrialisatie...
Wat zien we in die 19e eeuw? Dus we hebben een traditie van ongeveer 500 jaar Genever stoken op basis van graanproducten. Maar in die 19e eeuw, door die technologische vernieuwingen, gaat die productie enorm stijgen. Mm-hmm. En men gaat dan ook op zoek naar goedkopere grondstoffen die ook veel meer aanwezig zijn. Dus, en men gaat dan beginnen goedkope alcohol, spiritus, te maken op industriële schaal uit vooral suikerbiet, suikerbietmelassen, dus mm-hmm. Het restproduct van de suikerbietverwerking. Met als gevolg dat er grote alcoholfabrieken ontstaan die stevige concurrentie gaan vormen voor de landbouwstokerijen, de traditionele landbouwstokerijen die Genever maken op granen. En wat doen die landbouwstokers? Die kleintjes. Meestal kleintjes. Wat doen die om toch proberen als een soort van marketeers à vol à lettre zich te onderscheiden van die goedkope alcoholpucht, zeg ik bijna. Die mensen zijn toch allemaal 200 jaar dood, David, dus we mogen dat zeggen. Inderdaad. Maar die gaan zich al profileren als producenten volgens het oude systeem, het vieux systeem. Ja. Ziet je op sommige labels straks staan. Straks ook een van proeven. Ja, zeker. De vieux nouveau, dus straks. Ja. Ja. Dus eigenlijk zeiden die landbouwstokers, kijk, wij maken Genever volgens het oud, traditionele systeem op basis van graan en niet op basis van goedkope grondstoffen. Ja. Dat was een soort van kwaliteitslabel wat ze zichzelf toe-eigenden, terecht wel allicht. Mm-hmm. En dat heeft zich ook vandaag vertaald in de wetgeving rond oude en jonge Genever. We mogen dat nog altijd gebruiken. Er wordt weinig gebruik nog op labels. Ja, je ziet het niet vaak meer. Je ziet het niet vaak meer. Je ziet eerder wel jonge Genever, zeker in Nederland, heel vaak jonge Genever op het label staan. En wat is nu precies het onderscheid vandaag tussen oude Genever en jonge Genever? In oude Genever moet 15% of meer moutwijn aanwezig zijn, terwijl in de jonge Genever minder dan 15% moutwijn moet zitten. Waardoor in die jonge Genevers veel meer die granige, moutige smaak zit die we juist al bij de Founders Malt van de Moord hebben geproefd. Wat ook een klein beetje wetgeving nog, als ik mag. Ik heb al juist gezegd dat die regelgeving, de regelgeving rond Genever op Europees niveau dateert van 2008. Die is verfijnd in 2017. En het is maar sinds 2017 dat in Genever-producten, dus producten die het label op de naam Genever dragen, dat er minstens 1,5% moutwijn moet aanwezig zijn. Dat was nog verwaarloosbaar, maar daarvoor was er zelfs geen minimum. Geen verplichting. Ja, Okay. Ja. Super. Dus het heeft dus historische wortels eerder dan dat te maken heeft met de leeftijd of de vatrijping. Ja. Ik heb nog geen tasting notes in de chat gezien, dus niet vergeten mensen, als je iets wil vertellen over wat je proeft, ben wel benieuwd ook wat jullie hiervan vinden, want ik vind dat zelf heel lekker, die Founders Reserve. Dat is ook eigenlijk een van de weinige Genevers die ik echt wel kende. Ja. Dus het is voor mij ook een ontdekking vanavond voor een groot stuk. Terwijl dat daarop wacht, moeten we misschien de tweede maal uitschenken? Ja, zeker. We gaan de kort oude Pajotse Oak Barrel Aged proeven. We blijven even in het segment van de moutwijn-genevers. Ja. Wat ik opmerkelijk vond aan de keuze die je gemaakt hebt, Davy, van de volgorde, is dat je eigenlijk de twee die een vatrijping gehad hebben, of die wat ouder zijn, zo gezegd, dat je die in het begin zet. Ja. En niet op het einde. Ja, dat heeft eigenlijk voor een stuk te maken met het verhaal dat je... Met het verhaal dat je wilt vertellen, hè. Ja. Ik had het even goed als laatste kunnen nemen. Maar de laatste hebben een specifiek verhaal. Ik ben niet absoluut. Nee, maar dat viel mij op in de dingen. En de kort, die ken ik eigenlijk ook al lang, maar dan eerder van hun vodka. Ja. En de andere dingen die ze maken, ze maken ook whisky, ze maken ook gin. Hè? Vroeger onder de naam Ground Control, denk ik. Ground Control, en nu dus onder de naam De Kort, Manu De Kort. Ja. Wat moeten we daarover weten? Wel, een jonge stokerij. Ja. Zeker in vergelijking met stokerij De Moor. In Pepingen, Pajotse Genever. Allebei Brussel, hè? Pepingen. Ja, klopt. Ook 100% moutwijn Genever. Dus geen neutrale graanalcohol toegevoegd. En een derde gerst, een derde rogge en een derde gerstemout.
Okay. Dus eigenlijk een zeer traditioneel recept van heel veel Genevers. Het is altijd rogge bij Genever ook, of heel vaak toch? Dat er nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, niet noodzakelijk. Je vindt perfecte Genevers waar gerst, tarwe, zelfs maïs. Okay. Ik wil de discussie niet openen of maïs nu een graan is of niet. Maar goed, dat is voor het wordt, het wordt gebruikt in elk geval. Het wordt gebruikt. Ja. Maar het is zeker het klassieke Genever-recept van zeker in Vlaanderen. De rogge, ja, het gaat zeker eens moeten vergelijken met het vorige product. Ja, dat is ook iets dat je altijd vergeet te zeggen op voorhand. Maar als je dus de kans ziet om nog een klein beetje in je glas te laten altijd, kun je er altijd naar teruggrijpen als je iets anders aan het proeven bent. Maar dat is heel moeilijk, ik weet dat. Hè. Maar als je vergelijkt, inderdaad. Het komt, naar mijn aanvoelen, subjectief uiteraard, het komt zachter, zoeter over dan de Founders Malt. Hmm. En volgens mij heeft dat te maken met de bourbonvaten waarop de moutwijn heeft liggen rijden. Ja, want de Founders lag op die rode wijnvaten en dit is ja. Een bourbonvat. Dus dat ja. Krijg je inderdaad vanzelf al de... Een zoetere smaak. Oké. Okay. Hier komen ineens veel tasting notes binnen. Dus Geneverbis, zeggen ze hier allemaal. Ja, absoluut. Veel complexer, durf ik niet zeggen, maar veel meer smaak... smaakgewaar, ja, het is altijd heel moeilijk om te spreken, maar smaken dan in de vorige. Anders in ieder geval. Ja. Complexer toch wel, ja. Hier weten we wel iets meer over de toegevoegde kruiden, zeker Geneverbes, hè, want ja. We zitten nog altijd met een Genever. Maar iriswortel zit erbij. Ook een klassieke voor de gin. Ja, en dat is ook wel dat... Dat bloemige, dat viooltjesachtige, dat is typisch voor iriswortel. Sint-Janskruid, goed antidepressivum. Ik weet niet of dat voor deze Genever ook geldt, maar in ieder geval. Sint-Janskruid geeft een beetje wierookachtige turf, zou ik niet zeggen, maar toch ook zo wat zwaarkruidiger. Ja, anijs wordt hier ook gezet. Ja. Ik word in elk geval goed bezien van Davy, dus qua antidepressivum. Bourbonvaten inderdaad heeft iets gerijpt. Nu, om even ook weer terug de link te leggen naar het vorige product. De Moor, een traditie van meer dan 100 jaar. Mm-hmm. De Kort, ja, een traditie. Ze zijn begonnen in 2015. 7 jaar, ja. Okay. In 2011 zijn ze effectief begonnen met een... ze zitten ook niet in een gebouw dat oorspronkelijk een stokerij was. Ze zitten weliswaar in een landelijke omgeving, in een hoeve. Prachtige plek. Moet je ooit, als je dat kunt bezoeken, moet je zeker eens naartoe gaan. Dat is een heel mooie plek. Absoluut. En die installatie is fantastisch. We zeggen soms, het is niet al goud wat blinkt, maar daar is niet al koper dat blinkt. Nee. Zeker het product dat eruit komt, blinkt even hard, denk ik. Maar het is een hoeve alleszins ook met een geschiedenis van landbouw, tuinbouw. Eerst zat er een boer die snijbloemen teelde. Mm-hmm. Blijf daar aan ruiken. Ja, die manijs kruip ik nu ook ineens terug. Er wordt nu ook gezegd, fantastisch complex aroma. En op dat moment zeg jij, je blijft eraan ruiken. Dus dat ja, klopt. Absoluut. Het is zoiets om bij je neus te houden. Hè. Er wordt hier ook gevraagd, dus de samenstelling van de basisgranen, 30% mout, rogge en gerst. Is dat hetzelfde als voor de van de Moor, of weten we dat niet? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet met 100% zekerheid. De geheimen van Frans de Moor. Ja. Ik twijfel eraan, hoor. Stokerij de Moor is een zeer traditionele Oost-Vlaamse stokerij. En daar zien we toch iets minder in Oost-Vlaanderen zie je minder dat klassieke stramien van rogge, gerst en gerstemout. Maar als het toch zo zou zijn, mijn excuses bij Patrick van Stokerij de Moor. Hier wordt gevraagd, hoe lang was de rijping? Kijk, nu komen ineens de vragen. Hè, dat ze één Genever gedronken hebben, dan beginnen de vragen te komen natuurlijk. Dus, zit er korianderzaad in? Of wat zorgt er voor de citrustoets? Er wordt hier bij het live publiek ook ineens koriander gezegd. Citrus, ja. Geneverbest geeft ook wel vaak citrus. Hè? Dus, En hoe lang was de rijping, weten we dat? Zeker geen 12 jaar, want nee, ik denk dat het... Ik denk dat het aantal jaren hier...
Ik denk dat niet 7-8 jaar. Ik denk dat dat gewoon heel actieve bourbonvaten geweest zijn, die ze heel kort gebruiken om een. Ja, want zij wisten eenzelfde product rijpen zij zowel op bourbonvaten, maar evenzeer op nieuwe vaten. Dus, Virgin Oak. Virgin Oak, waardoor het echt wel zo die korte impact van je bourbon heeft gehad, volgens mij. Dus het product kan verschillen. Als je vandaag een fles koopt, binnen een half jaar, zou het wel anders van smaak kunnen zijn. Wat interessant is aan die stokerij de Kort van Manu, bestaat 7 jaar en heeft toch beslist om jenever te beginnen maken. Jenever heeft een beetje de slechte naam van ouderwets te zijn. En een beetje vergeten te zijn. En toch, zo'n gasten beginnen daarmee. Zijn er zo nog veel? Waar staan we met Genever op dit moment vandaag? Ja, we zien... wat ik altijd vertel aan mensen die dat vragen, hoe zit het vandaag met Genever? En die vraag wordt bijna dagelijks gesteld. Toen ik hier begon te werken, dus meer dan 20 jaar geleden, we hebben hier ons proeflokaal... bieden wij Belgische graangenevers aan. En wij gaan er een beetje prat op dat wij bijna alle Belgische graangenevers hier aanbieden. Het zijn er heel veel. En toen ik hier begon, toen weet ik dat wij altijd aan de bezoekers die hier in ons proeflokaal kwamen, zeiden van kijk, meneer, mevrouw, u kan hier nu kiezen uit 140 verschillende soorten Belgische graangenever. Indrukwekkend. Mm-hmm. Maar, dus dat is eind jaren 90, 10 jaar later, begin jaren 2010, toen vertelden wij, dames en heren, u kan hier kiezen uit een 70, 80 verschillende Belgische graangenever. Dus het is echt heel zwaar. De Belgische geneverstokers, Nederlandse uiteraard ook, maar die zaten echt een heel zwaar weer in die periode. Mm-hmm. Heel veel geneverstokerijen waren hoofdzakelijk familiebedrijven die op de fles gingen. Sorry voor de woordspeling. Vond hem goed. Het was ermee gedaan. Of er was gewoon geen bereidwilligheid van de volgende generaties om het familiebedrijf verder te zetten, omdat die finesse met dat product, die affiniteit met het product er niet meer was. Dus je zag dat ook dus daadwerkelijk in het aanbod dat er was. Nu, vandaag vertellen wij aan de mensen terug dat we terug kunnen kiezen uit een 100-110 producten. Dus we zien een lichte stijging. En we zien dat ook wel in het aantal stokerijen. Kleine craft spirits distilleries, zoals ze zich ook zelf noemen. Mm-hmm. Die in het hele Belgische land, maar ook in Nederland, het levenslicht zien. Mm-hmm. Van jonge ondernemers, zoals Manu. En ik kan er nog wel een stuk of vijf zetten. Van der Stevens nog één proeven, hè? Zeker. Nummer 4, absoluut. Ja. Dus dat betekent dat de consument, en dat ervaren wij hier in het museum ook, die zijn op zoek naar lokale producten. Mm-hmm. Ik trap een open deur binnen, hè. Ik weet het. Mensen zijn op zoek naar lokale producten en producten met een verhaal. Ja, en dat, dan moet je niet verder zoeken dan Genever. Mm-hmm. En een volgende generatie heeft dat ook begrepen. We zien dat hier ook in onze bezoekers. We stellen echt wel een verjonging vast, dus dat is hoopgevend voor de toekomst. Want de oudere generatie is letterlijk opgegroeid met de Genever, maar de jongere generatie niet. Hè, nee. Want die ouders en grootouders, dat zijn mensen van na de Tweede Wereldoorlog, dus babyboomers. Maar we zien daar gelukkig wel door die nieuwe stokerij-initiatieven, maar ook door de cocktail scene die er heel graag mee aan de slag gaat. En waarom ook niet, hè? Want Genever is minstens even kwaliteitsvol of soms zelfs kwaliteitsvoller dan heel veel gin of vodka. Het is een ander product uiteraard, je begrijpt dat wel. Maar het is van hier. Ja. Alright. Er is een goede vraag van Stijn, maar ik stel voor dat we ineens Genever nummer 3 uitschenken. Ja. Dat is een beetje een buitenbeentje in de line-up. Ja. We gaan de Houblonnes proeven. We gaan geen blends maken. Nee. De Houblonnes, dus een hopscheuten Genever. Ja. Alsjeblieft. Prachtige aardewerken fles. Ja.
Dus hier gaan we even rustig een tijd voor nemen. Ik denk dat daar heel veel reactie op gaat komen, ook op deze ding, op deze Genever. De vraag die er komt, is, wordt er behalve in de Nederlanden, Nederland, België, Frans-Vlaanderen, ook elders nog Genever gemaakt? Of hetzelfde product, maar onder een andere naam. Hè? Dus Stijn denkt aan Zweden, waar ook heel veel Genever best groeit. Wordt daar ook Genever gemaakt? Of, en mag het overal überhaupt? Wel, volgens de Europese regelgeving, meer bepaald de verordening uit 2008, mag er alleen Genever gemaakt worden in België, in Nederland, in de Noord en Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk, dus Frans-Vlaanderen. En in een aantal gebieden in Duitsland, die ook grenzen aan België, Noord-Rijn-Westfalen, waar er vooral Oost-Friesische korn Genever wordt geproduceerd. Maar dat is zeer beperkt. In Frans-Vlaanderen zien we ook wel terug wat heropleving en kleinere distillerderijen ontstaan of stokkerijen ontstaan. In Duitsland blijven ze toch inzetten op een kornbrand en een opslurs enzovoort. Ja. Die echt richting Genever en veel met Geneverbest wordt daar niet gedaan. Inderdaad, in Scandinavië is ook... is nog veel Geneverbest aanwezig, maar daar wordt het alleszins niet verwerkt tot de typische Genever, zoals tot ze wat hier, wij Genever tot wat wij Genever noemen. Ja. Geneverbest wordt daar zeker veel gebruikt als aromaat voor andere distillaten, allerlei kruidendistillaten enzovoort, maar niet voor dat typische graanproduct. Ik weet bijvoorbeeld dat ze bij Macmira, de Zweedse whisky, dat ze Geneverbest mengen onder de turf om de mout te roken die ze dan gebruiken om geturfde whisky te maken. Dus Geneverbesttakken eronder mengen. Ja. En zo. Ja. Dus vandaar dat ze dat ook op die manier gebruikten. Het is altijd een kwestie van als er iets groeit op waar je woont, dan ga je dat ook gebruiken in alles wat je maakt van eten en drinken. Hè. Ja. Als het voorhanden is. Dus, Ja. Svens Kreuk, inderdaad, Stijn, dat is de Macmira Zweedse geturfde whisky waar ik het over had. Dus, een onkel Achille van die cocktails, daar gaan we straks nog op terugkomen. Sowieso, dus gaan we niet vergeten. En ik zie al wat tasting notes binnenkomen. Vlierbloesem op de neus, anijs. Misschien ook een toffe vraag, Davy. Geneverbes, wordt dat gekweekt of is dat altijd wild? Ja, dat wordt gekweekt, maar niet in België. Nee, dat spreken we over Oost-Europa en Canada. Waar je straks, en een stuk ook in Duitsland. Het is een grote kwekerij. Ik kan het opzoeken eventueel en nasturen, het ontgaat mij nu. Mm-hmm. Maar wordt in Oost-Europa en in Noord-Amerika, Canada, is het voornamelijk het groeien. Maar het wordt gekweekt, maar het is zeer moeilijk om te cultiveren. Mm-hmm. We hebben ooit hier in Hasselt een project proberen op te zetten door hier een natuurdomein hier een beetje verder, in Tiewit, om terug Geneverbest, bossen, schappelijk uiteraard, te cultiveren. Maar het is echt zeer moeilijk. Het is ook een tweejarige plant. Ze heeft echt twee volle jaren nodig om bessen tot groei te laten komen. Mm. Op zo'n struiken heb je ook altijd blauwe en de blauw-paarse en de groene, de onrijpe bessen aanwezig. Dus dat is zo typisch voor die struik die echt op zanderige grond gecultiveerd wordt. En dan is het heel moeilijk om die tot wasdom te krijgen, blijkbaar. Er zijn in Nederland ook Geneverbestschilders aan de slag die dat ook proberen, maar ook met heel veel vallen en opstaan. En het blijven altijd vrij kleinschalige projecten. Mm-hmm. Nu, die Duitse ondernemer waar ik het over heb, die probeert dat ook heel kleinschalig, maar die voert daarnaast ook heel veel Geneverbest van overal in de wereld in, om het dan weer door te verkopen aan distillateurs, maar ook aan andere, ook aan de farmaceutische nijverheid, want Geneverbest, al sinds de 13e eeuw wordt daar de heilzame eigenschappen, de geneeskrachtige eigenschappen van... Voor alles eigenlijk. Het is voor de nieren, alles. En ik heb ook gelezen om het voor ons kwade geesten uit te drijven. Het is echt voor alles goed. Als je,
Je moet Jacob van Maardand, we kennen allemaal zijn standbeeld in Dammen, heeft in de 13e eeuw, tweede helft 13e eeuw, een natuurencyclopedie geschreven. En hij beschrijft daar heel uitgebreid jeneverbestruik met zijn bessen. En ja, jeneverbest, zegt hij, is goed voor buikpijn, allerlei krampen, tegen vallende ziekte, tegen melancholie, depressie, menstruatiepijnen, tegen grijs wordend haar, van alles dan ook. Hoe dat je dan jezelf aanduidt. Dat zijn bibliotheken. Ja, mijn haar valt uit. Ik weet niet of je even best daarvoor haalt. Ja. Blijkbaar niet, want ik drink toch al jaren. Ja, voilà. Maar om maar aan te geven, goed, er zijn heel veel kruiden waar die eigenschappen toegedicht worden. Mm-hmm. Maar jeneverbest springt er toch wel uit, want we zien heel veel medische en landbouwkundige traktaten vanaf de 13e, 14e eeuw, waarin die jeneverbest altijd naar voren wordt geschoven. Ja. Was hier, ja. Heb ik nog een vraag die beantwoord? Oh, er zijn nog een paar vragen, maar misschien moeten we eerst eens luisteren naar wat zij aan het proeven. Want het is hoeblonis, hopscheuten Genever, een beetje het buitenbeentje. En ik merk het ook aan de tasting notes die ik zelf even ga doen. Want, ja, waarom maken ze dit? Wie maakt dit? Het is voor alle duidelijkheid, het is een hop. Scheuten Genever, geen hop-Genever. Er bestaan ook heel wat hop-Genevers. Maar het verschil sowieso met hop-Genevers is dat deze, iedereen kan het ruiken en proeven, zeer geparfumeerd, zeer zacht. Terwijl hop-Genevers zeer bitter, zeer op het wrangen soms af smaken. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat deze hop-Genever een distillaat is. Dat de aroma's die toegevoegd zijn, dat distillaten zijn van hopscheuten en niet van de hopbloem of de hopbellen. Die natuurlijk aan bier voor de bitterheid zorgen enzovoort. Dus die hopscheuten, zeker in het Poperingse en delicatessen in restaurants, zeer gegeerd door chef Cox. Zij hebben er dus voor gekozen om die hopscheuten te gaan distilleren met een heel zacht aroma. Blierbloesem heb ik ook juist gehoord. Zit er ongetwijfeld ook in. Het is hopscheuten en een kruidenmix van een 10-15 kruiden, die ze ook niet verder bij namen noemen. Nee. Dus dat is natuurlijk weer het jammere van dit hele verhaal. Maar er zit ongetwijfeld ook... Ja, ik ruik ook terug de viooltjes van daar straks. Een paar dingen dat hier gezegd worden is... vanille heb ik ook wel een beetje. Ja. Zoethout. Een kalisje, zoals we zeggen. Sassafras is ook een prachtig woord. Ja. Augurken en sap hebben er hier twee. Zowel Vincent als Jeroen proeven pickle juice of augurken op sap. En ze vinden het alle twee een compliment. Ze vinden het alle twee lekker. Ik weet niet of dat meer over hen zegt dan over de Genever. Maar, Het is echt het buitenbeentje in de hele line-up. Ja. Een soort van intermezzo, zoals ik het ook wil noemen. Mm-hmm. Omdat dit product wordt niet gemaakt door een commerciële stokerij. Het is ontwikkeld door... misschien dat de mensen die de bierliefhebbers de brouwerij kennen, door de brouwerij Het Nieuwhuis in Hoegaarden. Mm-hmm. Maar... het was een idee van de mensen daar, van die brouwerij. En die zijn ermee... dat wordt uitgebaat door een voormalige inwoner van Poperingen. Mm-hmm. Met de voorliefde dan uiteraard voor de hop. En die had dat idee. Omdat ze dan met alcoholhoudende dranken bezig was, is daar terug mee naar Poperingen gegaan. En heeft haar idee laten uitwerken door een sociale werkplaats. Oké. Okay. Sowepo, sociale werkplaats. Ja, dat is wat erop staat als Sowepo VZW. Staat erop als Made in Belgium by Sowepo VZW. Ja, dus, Dus, die organisatie, die sociale werkplaats, maakt allemaal streekproducten op basis van uiteraard Poperingse hopscheuten. Ja. Ze hebben ook een Genever koffie op basis van hopscheuten, distillaat, hopscheuten, confituur, koekjes enzovoort. Ik ben niet vaak geneigd om dit soort Genevers, private label, met smaakjes, dat ook niet. Dat soort gepersonaliseerde Genevers voor specifieke organisaties op te nemen in ons aanbod. Ja. Maar dit is, ik vond dit zo'n prachtig product. Het heeft ook heel wat prijzen gewonnen op verschillende... Een hoop stickers op de fles, hè? Ja, ik ben ook altijd zo'n beetje... Allee,
Ik hecht daar nooit heel veel waarde aan, want er zijn heel veel wedstrijden en mm-hmm. elk product dat ingestuurd wordt, durft wel al eens een prijs. Meestal wel een labeltje, ja. Dus, maar dit is wel heel leuk. Maar het is zo'n gewoon wauw parfum. Mm-hmm. Bloemig, heel bloemig vooral. Ja, helemaal anders dan de andere dingen die we proeven sowieso. Hè. Dus, Zij zeggen ook dat het ook een zekere aardsmaak heeft. Ik weet niet of de deelnemers dat erin proeven. Ik ruiken of proeven. Ik vind dat gemakkelijk gezegd. Dat is ook zo'n een dooddoener vaak. In omschrijvingen van producenten zelf of van ontwikkelaars zelf. Ja, ik vind dat ook moeilijk, aards. Dan denk ik direct aan rode bieten en dat heb ik er zeker niet. Maar het is meer het bloemigen en het eigenlijk lichter dan ik aards zou omschrijven. Dus, Houblonnes trouwens is houblon uiteraard hop. En dan gecombineerd met duchesse, hertogin. Okay. Om een beetje dat ambachtelijke te koppelen aan inclusieve. Dat is dan de marketing erachter natuurlijk. Marketing is zo belangrijk, Davy. Ongelooflijk. Ja. Samen met al die labeltjes van de awards. Ik heb net gekeken even. Er staan 3 labeltjes van een award op. Maar het zijn eigenlijk alle 3 dezelfde. Oké. Okay. Het is World Gin Awards Best Genever. En dan World Gin Awards Best Genever 2021 en 2022. Okay, dus dan zal de andere zal dan 2020 zijn waarschijnlijk. Hè. Dus... Maar wel een heel tof product. Dus, voilà. Het is zeer gearomatiseerd natuurlijk. Het drinkt veel, veel vlotter weg dan de 2 vorige producten. Ja, ook iets lager van alcohol. Hè. Tot 35. Ah, ja, en dat is het ook iets hoger. Dat helpt natuurlijk ook. Ja. Sintriek wordt hier gezegd. Ja, en Sintriek, dat zijn zo die hostie-snoepjes dat je op je tong moet leggen en smelten. En dan zit daar zo iets zuurig in. Wat is dat? Citroenzuur zeker? Ja. Denk ik. Dus... Klopt, Stijn, wat je zegt. Het is niet typisch Genever. Daarom ook dat we zo maar eten. Ik wou er zo eentje tussen steken. Ja, het is echt atypisch, inderdaad. Ik heb het hier ook nog eens opgeschreven. Atypisch, maar... En het blijft ook heel lang hangen, vind ik. Zowel in de neus als in de mond. Maar... Is er een minimum of maximum ABV voor Genever? 30%. Ja. Minimum 30. En is er een maximum? Kan je Genever van 80% uitbrengen als je dat wil? Kan. Ja, dat kan. Of dan ook kopers slot vinden. Ik weet niet of dat zo slim is, maar in theorie kan Ja, en het is wel zo. Dus wanneer je Genever op je label zet, moet je product minstens 30% bevatten. Mm-hmm. Staat er jonge Genever of oude Genever op, dan moet het minstens 35% bevatten. Ah, ja. Okay. Ja, dus die naamgeving houdt wel in dat het alcoholpercentage... Dat is wat hoger ligt. Ja. We hadden het daar straks al over... die nieuwe generatie Genever-makers. Ja. En de volgende past daarin. Hè? De Vieux Nouveau gaan we proeven. De naam werkt zelf al. Hè? Ja, de nieuwe oude. Hè? Ja. Dus die gaan we nu even proeven. En daar was je daar straks, toen we iets gaan eten zijn, voor we starten, al heel enthousiast over aan het vertellen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, want ik heb hem dus nog niet geproefd. Alsjeblieft. Er is een groot verschil in kleuren. Deze heeft geen kleur. Hè? Deze heeft geen kleur, ja. Ja, voilà. Hoe komt dat? Deze heeft geen vatrijping. Heeft geen vatrijping. Gaan we dan vanuit? Wel moutwijn, maar zeker niet 100% moutwijn. Dat denk ik dat bij de eerste slok wel duidelijk gaat zijn. Dadelijk. En er zit iets heel bijzonders in. Allee. Voor mij is dit nu de eerste, wat je zegt, Genever. De eerste waar ik echt denk van, ja, dit smaakt zoals ik mij Genever inbeeld. De anderen hebben allemaal iets anders voor mij. Dit is ook wel, dat is ook die typische smaakgewaarwording. Eerst komt dat toch wel scherpe van de alcohol. Mm-hmm. Je hebt dat granige van de moutwijn, mm-hmm. maar veel minder in percentage dan die eerste 2. Dat is denk ik dat wel iedereen dat kan bevestigen. En dan krijg je die scherpte, die gaat wel snel weg. Want dan gaan de kruidenaroma's de overhand krijgen. Als je het mij vraagt. Hè. Mm-hmm. En als ik even op die kruiden mag
terugkomen. Ook hier weten we niet precies wat erin zit. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk een mix van kruiden. Een mix van 30 kruiden. En in Holland noemen ze dat bonenkamp. Ah, ja, ja. Ik heb het zelf moeten opzoeken, want het is echt iets typisch Nederlands. Het kwam in Vlaanderen, voor zover ik weet, maar ik weet zeker ook niet alles, niet gebruikt. Het is ook, Bonenkamp was ook een... Het is ook een merk, Bonenkamp. Ja, klopt. Ja, klopt. Het is genoemd naar een zekere Petrus Bonenkamp. Ik heb het ook maar moeten opzoeken naar aanleiding van deze tasting uit de 18e eeuw, die zogezegd de uitvinder zou zijn van maag- en kruidenbitter. Kruidenbitters die in Nederland veel, veel meer geproduceerd worden en veel meer geconsumeerd worden dan in Vlaanderen of in België. Nederland heeft daar veel meer traditie in het aromatiseren sowieso. Van daar ook de bitterballen. Letterlijk, je hebt daar veel meer bitterballen als snack gegeten worden dan hier. Ja. Dus dat geeft die complexiteit toch wel een masseraat van 30 kruiden volgens Tom van Rillaar, dus de maker, degene die zijn naam ook verbindt aan het product, maar de moutwijn, biologische moutwijn blijkbaar ook, gestookt in Nederland bij Baronie-distillers, Nederlandse distillateur die een beperkt aantal Genevers, maar ook vooral andere distillaten maakt. Maar daar nemen zij dus de moutwijn af, die zij dan met een eigen recept op basis van hun traditie, want het is een stokerij die in Antwerpen trouwens, hebben we het al gezegd? Nee, we zitten in Antwerpen. We zitten in Antwerpen. ook een traditie sinds 1903, stokerij van Rillaar. Een leuke historische anekdote. Felix van Rillaar, de oprichter van stokerij van Rillaar. De Poldernaar ook, stokerij de Poldernaar. Ja, oké. Okay. 1903, richtte hij zijn zaak, de distillerie of stokerij de Poldernaar, op. Maar hij kwam eigenlijk van stokerij Neef. Dat was een van de grote stokerijen in Antwerpen. Mm-hmm. Groot gamma, grote promotiemachine ook in die stokerij. Daar hebben wij in onze collectie heel veel promotiemateriaal van. Het verhaal gaat dan, volgens de familie, dat Felix op een dag naar meneer Neefs gaat in de stokerij en hij vraagt 50 cent opslag. Mm-hmm. Krijgt hij niet. Wat doet hij? Hij pakt zijn biezen en gaat twee straten verder zijn eigen zaak oprichten. En zo is dan stokerij van Rillaar of stokerij de Poldernaar opgericht. Nationale straat, welvaartsstraat, ze hebben zowat op verschillende plaatsen kort bij elkaar. Het Antwerpse aan de Zuiderdokken gezeten. Aan de gedempte Zuiderdokken heeft heel lang de winkel, de Poldernaar geweest. Ja. Die er helaas ook al een jaar of 15 er is ondertussen. Ja. Maar vandaar dus de naam. Dus het wat je ook heel vaak ziet, we hebben het bij de Moor al gehad, we hebben het bij Van Rillaar. Dus het is altijd een combinatie van stokerij en handel. Hè. Ja. Dat toch ook wel aangeeft dat zeker in het begin van de 20e eeuw die industrie al tanende was. Productie en consumptie was dalend, dus ze moesten ook op andere paarden gaan wedden. Hè. Dat is typisch. We gaan daar denk ik zelfs nog terugzien. Het mooie verhaal is dat, inderdaad, je zei het juist, hè, de winkel een jaar of 5-6 geleden is ook volledig gesloten. De winkel is verkocht. Maar het mooie is dat Tom van Rillaar ondertussen, ik moet even kijken, ook weer vijfde generatie, dat die terug de smaak te pakken heeft gehad. We hebben dat straks, de jonge generatie vindt de weg terug naar Genever. En Tom, het is heel grappig hoe ik Tom zelf heb leren kennen. We hadden hier 2 jaar geleden, onze meesterstoker ging op pensioen. Mm-hmm. Spacature, nieuwe stoker. Tom kwam hier solliciteren. Heeft het helaas niet gehaald, maar die passie voor dat product en zeker voor zijn familietraditie heeft hij dan toch verzilverd, bij wijze van spreken, door terug het product Vieux Niveau, want de oorspronkelijke naam van de eerste Genever die zijn overgrootvader Felix van Rillaar maakte was Vieux d'Anvers. En hij heeft er dan Vieux Niveau van gemaakt. Hij heeft ondertussen ook een elixier op de markt gebracht. Maar het is een beetje hetzelfde als bij zijn overgrootvoorvader.
hè, dat hij die ging opslag vragen en is dan op zijn eigen begonnen. Ja. En hij is hier komen solliciteren en hij is niet geworden en toch op zijn eigen begonnen. Ja. Dus, ja. 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 Dat moet dan toch een soort van karaktertrek van de Van Rillaars zijn. Blijkbaar, ja. Maar het komt wel... het is wel terug eerder een klassieke, zeker in vergelijking met het vorige product. Ja. Dit is wat de meeste mensen zich ook wel voorstellen bij Genève. Ook, veel eerder ook dan die moutwijn-Genèvers die we in het begin geproefd hebben. Ja. Een vraag van Wannes. Is dit nu een oude Genève die door een nieuwe jonge stokerij wordt gemaakt? Dat is een oude Genève. Dat is een oude Genève. Wij proeven trouwens alleen maar oude Genèvers vandaag, omdat... we hadden het straks gezegd, in oude Genève zit minstens 15% moutwijn. En dat geldt voor al deze producten. Jonge Genèvers zijn ook minder... dat is iets van in de 19e eeuw. Daar zit ook veel minder traditie achter. Ik zou bijna zeggen, het is een puur economisch verschijnsel. Maar al die producten zijn natuurlijk producten van economische ontwikkelingen, landbouwontwikkelingen enzovoort. Maar... jonge Genèvers, ik vind dat nog altijd interessante producten. Dat is zeker geen kwaliteitslabel of oordeel. Er zijn zeker ook heel goede jonge Genèvers. Ook nog anekdotes, ook weer over dat verschil, jong en oud. Mensen vragen hier ook heel vaak, en moet je Genève nu eigenlijk in de koelkast of in de diepvries steken? En met de meeste jonge Genèvers kun je dat perfect doen, omdat je daar die moutwijn, veel minder moutwijn, quasi geen moutwijn, 1,5% in de meeste jonge Genèvers, dus verwaarloosbaar qua smaakgewaarwording. Dus je gaat daar die volle complexe smaak gaat je daar niet in terugkrijgen. Mm-hmm. Dus als je die in de koelkast zet of ergens nog in de diepvries, ja, dan wordt dat product zo koud. Je smaakpapillen gaat je letterlijk bevriezen, waardoor je toch geen smaak meer hebt en je het perfect kunt drinken als het koud is. En waarom steken... Ja, dat is waar ook tot het punt waar ik wil komen. Waarom steken mensen nu nog vaak hun Genève in de diepvries of zetten hem koel? In de koelkast. Dat is ook door marketing. Ja. Eind jaren 70 was er een Hollandse producent van Genèvers, Bokma. Ja. En ik weet niet of de... IJs en ijskoud. Alleen als ijs en ijskoud dan was er zo'n beeld van iemand die een koelkast of een vriezer opendeed en daar de fles. En dan droog het ijs daar werkelijk vanaf. En voor dat soort jonge Genèvers kan die perfect gekoeld geschonken worden. Ja. Maar ik zou dat dus niet doen met die oude Genèvers of die moutwijn-Genèvers. Nee, zou ik niet doen. Ja. Ik denk dat we de volgende Genève moeten gaan proeven. We gaan aan de BGA's beginnen. Davy gaat meteen uitleggen wat de BGA's zijn. Ja. En er is ondertussen ook nog een vraag. Wat is het verschil tussen jonge Genève en vodka? Die hele discussie rond vodka is eigenlijk... De hele discussie rond vodka is eigenlijk de reden waarom er destijds Europese regelgeving is ontstaan. En het was vooral een conflict tussen de Oost-Europese landen over en Rusland, wat uiteindelijk vodka moest zijn. Nu, vodka, traditioneel ook... Ik spreek altijd eerst even over de traditionele bereidingswijze. En dan later pas over wat de regelgeving dan echt zegt. Traditioneel wordt vodka gemaakt van aardappelen. Mm-hmm. Een arme luisproduct. Een product voor voornamelijk in de lagere sociale klasse werd gedronken. Want aardappelen, patappen, dat is... de groente van de arme luis, rijkelijk verhandeld, dus ook zetmeel, dus gemakkelijk te fermenteren en te distilleren. En dat werd in die Oostbloklanden en in Rusland heel vaak gebeurd. En dan is er heel veel discussie geweest over, zeker in de jaren 70, 80, 90, tot in 2008 er eigenlijk een Europese wetgeving was, rond het ook het aromatiseren van die vodka's. Je krijgt op een gegeven moment vodka's die met de gekste vruchtaroma's worden gearomatiseerd. Mm-hmm. En overal in het groot op die labels vodka. Terwijl er zelfs van
Het werd ook uit minderwaardige alcohol geproduceerd. Ja. En toen is die hele regelgeving, toen zijn ze daar regelgeving rond beginnen opmaken. Mm-hmm. En hebben ze het hele gedistilleerd landschap in kaart gebracht. Nog zeer algemeen, zeer algemene en zeer... Oh ja, sorry, het is Piquet de Houilleux, gaan we nu proberen. We hebben nog niet eens gezegd, dus Piquet de Houilleux. Sorry. Piquet de Houilleux. Om het verhaal vodka Genever af te maken. Als je strikt naar de wetgeving gaat kijken, ook vodka, de grondstof daarvan moet landbouwproducten zijn. Maar dat is dus recente wetgeving. Mm-hmm. En in die zin... Kan het verschil met Genever heel klein zijn. Ja. Nu, vodka wordt niet gearomatiseerd met Geneverbessen, maar traditioneel vodka, aardappelen, Genevergraan en gin, om er nog even te herhalen. Dus suikerbiet, melasse, suikerbiet. Ja, alright. Maar, Piquet de Houilleux. En het verhaal van de BGA's. Ja, wat is een BGA? Een BGA, Piquet de Houilleux is een BGA, een beschermde geografische aanduiding. Okay. Een appellatie dus, Davy? Nee. Ik wist dat al, niet, omdat ik het zo stel. Nee, dus ook weer op Europees niveau heb je een onderscheid tussen de beschermde geografische aanduiding en de BOB, de beschermde oorsprongsbenaming. Ja. En het grote verschil tussen, er zijn eigenlijk twee grote verschillen tussen de BGA en de BOB, beschermde oorsprongsbenaming en beschermde geografische aanduiding. Bij een BOB, beschermde oorsprongsbenaming, daar zijn alle kenmerken van het product in kwestie. Dat hoeft niet alleen drank te zijn, dat kunnen ook kazen, vleeswaren enzovoort zijn. Dus alle kenmerken van dat product zijn terug te voeren of terug te wijzen naar het geografisch milieu waar het product geproduceerd wordt. Ja? Dus okay. Voornamelijk zijn dat dan elementen zoals bodemgesteldheid, klimaat, omstandigheden enzovoort. Mm-hmm. Belangrijk ook is dat de hele productieketen de bereiding, de verwerking tot de afwerking moet gebeuren in dat specifieke geografisch bepaalde gebied. Dus dat is als we dan in niveaus spreken, dat is de strengste categorie. De moeilijkste. De meeste voorwaarden, waar de meeste voorwaarden aan verbonden zijn. En de volgende stap is dan de beschermde geografische aanduiding. Daarvan moet één van de kenmerken, eigenschappen van het product in kwestie terug te voeren zijn naar ofwel een bepaalde grondstof uit een bepaald milieu, een bepaalde bereidingswijze uit een bepaald gebied. Traditionele techniek of iets dergelijks. Traditionele techniek. Ja. Van die hele productieketen, van bereiding tot en met afwerking, moet ook maar één fase, één stadium in dat gebied gebeuren. Lokaal gebeuren. Ja. Daarom ook dat je bijvoorbeeld, zoals bij die Vieux Nouveau, dat er alcohol uit Nederland kan komen, wordt afgewerkt in Antwerpen en dan is het toch... Want dat is geen BGA, heb ik nee, dat is niet. Maar dus zou in theorie zou dat dan een BGA kunnen zijn. Inderdaad. Okay. En als we nu gaan proeven, dus Piquet is een beschermde geografische aanduiding, Hasselse Genever straks, Oost-Vlaamse Graan-Genever of Oude-Vlaander, en dan tot slot de Balegemse Genever. Dat zijn de 1, 2, 3, 4... Belgische BGA's, BGA's voor Genever al sinds. Hè. Ja. Er zijn al drie mensen die als tasting note zweetvoeten hebben bij de Piquet de Houilleux. Ja. Piquet de Houilleux, een slangwoord voor mijnwerker. Houilleux? Ja, oké. Okay. Ja. Is van Distillerie de BRC, hè? Distillerie de BRC in BRC op een boogschut van Charleroi. Mm-hmm. Een Waalse Piquet de Wallonie, BGA. De enige Waalse BGA, GBA, beschermde geografische aan een BGA, excuus. De andere zijn Vlaamse beschermde aanduidingen. Die Vlaamse aanduidingen, zoals we zelf zien, zijn vrij nauwkeurig beschreven naar productiewijze. Ja. Want het hele BGA-verhaal voor Genever is ook in Vlaanderen gestart. En dan door de wetgeving in Europa in 2008
hebben ze de Waalse Pikei erbij genomen, maar voor de Waalse Pikei zijn geen specificaties naar bereidingswijze. De enige vereiste om een product Pikei te noemen, of Pikei de Wallonie, is dat het in het Waals gewest moet geproduceerd zijn. Ja, en niet zeggen... voldoen aan alle voorwaarden om Genever genoemd te worden. Ja, ja. Want ik wou net zeggen, het Waalse gewest, want ik associeer Pikei met Luik vooral. Met ja, het is ook wel voornamelijk Luik en namen waar Pikei gedronken. De Mijnstreek, dan ook wel richting Charleroi uiteraard ook, maar vooral de Mijnstreek, de zware industriegebieden waar... Ja, dit echt de drang van de arbeider, de mijnwerker was. De glazen boterham. De glazen boterham. De enige bron van vertier van menig arbeider, zoals dat ook vaak gezegd wordt. Ik heb ook ergens gelezen, ik denk op Wikipedia, dat een van de bijnamen van een stevig Geneverglaasje een metser is. Ja. Omdat dat in een achterzak van de metsers zat vroeger. Ja, klopt. Ja, dat, ja, van de metsers en vele andere arbeiders. Ja, ja, ja. Die in de stokerij werkten ook. Zweetvoeten, ik kom daar even op terug. Mm-hmm. Dat heeft misschien te maken met het feit dat de granenmix die hier gebruikt is, puur rogge is en gemouten gerst. Dus die rogge gaat veel feller doorsmaken dan in hetgeen dat we tot nu toe geproefd hebben. Oké. Okay. Heeft heel kort, maar hoe kort dat dan is, ik denk ongeveer een jaar, zeker niet langer, eik gehad. Ah, ja. Dus een beetje de afronding, zeker in vergelijking met wat we dadelijk gaan drinken, zal waarschijnlijk door dat houten vat. Ja. Excuseer. Kom. En het staat ook niet veel meer op dan eikenvatten. Dus we weten ook niet of het een whiskyvat was, of een wijnvat, of een nieuwe eikenvat. Nee, dat gaat een maardevat zijn geweest. Ja. Zeg, die heel typische aardewerken flessen van de Genever, van waar komt dat? Dat is ook gewoon... Hier in Hasselt zijn die flessen ook wel bekend als het stoopje. In Antwerpen wordt ook wel van het stoopje gesproken, maar verder in wat wij noemen de Vlaanders en in Nederland kennen ze dat woord met stoopje. Maar een aardewerkkruik, waar komt dat van? Wel, dat is ook een... oorspronkelijk ging de stoker of zijn werknemer met paard en kar van dorp tot dorp. Op die kar stonden de vaten. Mm-hmm. En de mensen, en dus, hij rinkelde met een bel. En de mensen kwamen naar buiten met vaatjes, tonnetjes, kleine tonnetjes, om te vullen van het vat. Mm-hmm. Ja. Nu op een gegeven moment, en vooral onder invloed wel van de Nederlanders, met hun handelsmentaliteit, hun West- en Oost-Indische compagnieën, waarmee ze de wereldzee gingen bevaren en dus ook hun Genever gingen verhandelen, waren ze tonnen. Dat was niet ideaal voor op al die schepen. En zeker niet om het dan te gaan verhandelen. Dus ging men stukverpakking ontwikkelen. En de eerste... stukverpakking, de glazen fles, was het typisch Hollandse kelderfles. Ik heb er nu geen staan. Mm. Maar dat is zo'n hoekige fles, breed van boven en die taps naar beneden toe loopt. Die werden strooien hulzen gestoken en zo in kratten vervoerd. Dat was de eerste fles, Geneverfles. Dus hebben we te danken aan de Nederlanders, die glasverpakking. Maar op een gegeven moment wordt de productie van glazen flessen wordt te duur. Mm-hmm. En het is dan vooral hier in Vlaanderen dat men op zoek gaat naar een alternatieve grondstof. En men komt dan uit bij aardewerk. En men heeft dan gekozen voor de typische stootvorm, dan dus de afgeronde fles. Omdat die gemakkelijker in mallen aan te brengen was en uit mallen te trekken was. Ja. En dat heeft men ook niet lang geproduceerd. Omdat op een gegeven moment door de industrialisatie en zo de glasproductie weer interessanter werd. En dan is men wel die vorm van fles, stoopvorm, gaan overnemen in de productie van de glazen fles. Ja, ja. Eigenlijk de klassieke Geneverfles is dan een groene glazen fles met een stoopvorm. Ja. Vandaag de dag je ziet steeds minder en minder... van dit soort flessen, omdat het een beetje het oudbollige imago van Genever bevestigt. En die zou niet gewoon veel duurder zijn? Dat zou ik niet met 100% zekerheid zeggen. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat er steeds meer geluiden opgaan, zowel op Belgisch niveau als op Europees niveau. Duurzaamheid enzovoort, het is niet recycleerbaar. Ja.
Ook naar voedselveiligheid is het blijkbaar niet zo veilig als een glazen fles. Door de porositeit kunnen gemakkelijker schilfers van bord komen. Dus ook het voedselagentschap weet dat ook hier. We gaan dadelijk, we hebben ook een stenen kruik. Geven dat vaak mee, mondeling als een aandachtspunt. Van, zou je niet eens denken aan glazen? Ja. Dus op dat vlak, ja, het is een traditie. Ja, maar dat is zoals het met alle tradities is, zeker als ze aan hedendaagse normen moeten voldoen. Mm. Ja, soms een moeilijk verhaal. Ja. Ja. Alright, super. Okay. Ja. Je hebt eigenlijk al zelf het bruggetje gemaakt, Davy, naar jullie eigen product. Ja. Hè? Waar we toch allemaal ook een beetje op zitten te wachten. Ja. Een fantastisch mooie fles ook. Ja. Een gekke fles ook. Ja. Dus een rare driehoekige vorm eigenlijk. Ja. Dus ja, we gaan hem uitproeven. Dus de Hasseltse graangenever gaan proeven. De Anne-Sophie B. Ja. Dat gaat de Sebas ook zeker eens moeten uitleggen. Ik had daar nog gezien wat Stijn zegt. Vlamingen hebben de genever uitgevonden. Hollanders hebben het commercieel gemaakt. Het klopt dus wel, blijkbaar, zegt hij. Ik denk ook, want we hadden het er straks nog over, zelfs het grootste genevermerk ter wereld is eigenlijk een Antwerps merk, hè? Wel ja, Bols, het meest bekende genevermerk ter wereld. Familie Bols was oorspronkelijk een Antwerpse familie die hier ten tijde van godsdienstoorlogen uit de Tachtigjarige Oorlog geëmigreerd is en naar het noorden eerst nog verder dan Amsterdam geëmigreerd was, maar om zich dan uiteindelijk wel in Amsterdam te gaan vestigen en daar toch wel Genever op de wereldkaart heeft gezet. Ja. Als tussendoor. Ja. De Anne-Sophie B. Hasseltse graangenever. Ja. Ja. Wij doen ook een beetje aan marketing natuurlijk als museum. Het is een echte Hasseltse graangenever die wij gestookt hebben op basis van elementen die wij uit originele stokerij, dus receptenboekjes van authentieke stokerijen aan het einde van de 19e eeuw hebben samengesteld. Traditioneel Hassels en ook volgens de regelgeving, dus Hasseltse graangenever, Hasseltse genever is ook weer een BGA. Ja. Ja. De vraag van het live publiek, gaat even in de micro zeggen ook, wat heeft Hasselt met genever te maken? Ik zal het anders stellen. Waarom is Hasselt de Geneverstad van Vlaanderen? Ja. De grootste stedelijke productie van Genever heeft zich in Hasselt afgespeeld. Voornamelijk in de 19e eeuw. Maar de eerste productie van Genever in Hasselt gaat terug naar de 17e eeuw. Nu, de meeste stokerijen bevonden zich en bevinden zich nog altijd in Oost-Vlaanderen. Maar daar gaat het om landbouwstokerijen, daar komen we zelfs nog op terug. Maar de grootste concentratie op eenzelfde moment in de geschiedenis heeft zich op een kleine oppervlakte heeft zich in Hasselt voorgedaan. En midden de jaren 1868, bevonden zich binnen de kleine ring van Hasselt, kleine ring voor degenen die dat weten, een doorsnede van 800 meter, bevonden zich 25 tot 27 stokerijen. Er zijn een paar samengegaan. Ja. Dus dat was de driekwart van de binnenstad was stokerij. En iedereen werkte in de stokerij. Buiten dat centrum waren er heel veel graanvelden. Dus de grondstoffen waren rijkelijk voorhanden. Toen waren er ook nog relatief veel geneverbesstruiken aanwezig. Dus er was water, want een demer, of tenminste een aftakking van de demer, liep recht het centrum in. Dus er was dus alles wat voorhanden was, was aanwezig om kwaliteitsvolle genever te maken. Bovendien ligt Hasselt op een kruispunt tussen Nederland, Duitsland, Wallonië, Frankrijk, Brussel en de rest van Vlaanderen. Dus een zeer interessante plek om waar heel veel passage was van handelslieden en andere passanten, om het zo te zeggen. En, daar moeten we ook eerlijk in zijn, er was niks anders in Hasselt. Er was geen staalnijverheid, er was geen groot... Ja, landbouw was er wel, maar dat was een combinatie dan met geneverstokerij. Maar er waren bijna geen andere industrieën, nijverheden
Of die waren op een of andere manier gerelateerd aan die Genevernijverheid. Ik denk aan koperslagerijen, heel veel koperslagers waren er, kuipers, leerlooierijen, die aandrijfriemen maakten voor alle toestellen aan te drijven, graanleveranciers en heel veel middenstand, hè, want die Genever moest natuurlijk ook gedronken worden. Ja. Zeg, en dus wat we nu aan het proeven zijn, deze Genever wordt... Hier achter ons gemaakt. Ja, hier installatie wij zitten, gemaakt. Ja. Ja, ja, dus ook weer, we hebben het er straks nog gehoord, 1/3 gerst, 1/3 rogge en 1/3 gerstemout voor de... Dus dezelfde samenstelling als die de kort. Als de kort. Ja. Alleen in de afwerking, en hier kan ik nu wel alles vertellen, ah, ja. Het meeste toch, niet alles. Wij aromatiseren, dus wij doen een dubbele stookbeurt. Dus in de dubbele stookkolom die je hier recht achter ons ziet. En helemaal daarvan achter staat nog een alambiek, waar we een tweede overhaling doen, wat we dan de fijnstook noemen, waar we echt de alcohol, de ruwstook die we in de kolom distilleren, gaan verfijnen tot een moutwijn of een granen eau de vie, van om en bij de 65%, 65 volumeprocent. Ja. En die moutwijn, en dat schrijft ook de regelgeving voor, die gaat 6 maanden op vat, is verplicht. Of dat houten vat is of inox, dat maakt niet uit. Oh ja, okay. Ja. Deze heeft, we zijn daar heel open in, heeft 6 maanden op inox gelegen. Okay. En dat is voldoende om die scherpe alcoholsmaak toch wel wat af te ronden. Te laten rusten eigenlijk. Ja, te laten rusten, de scherpe kantjes echt ervan af te halen. Het is nog pittig, ik word nog pittig binnen, denk ik. Ik ga wel eens proeven. Ja, mooi. Ik sta er nog elke dag versteld van. Maar die moutwijn gaan wij dan afwerken. Mm-hmm. Met neutrale graanalcohol. Er zit tussen de 35 en de 45% moutwijn in dit product. Welke aroma's voegen wij toe? Uiteraard jeneverbes. Mm-hmm. Moet in de Hasselse BGA meer aanwezig zijn dan in de Oost-Vlaamse, de Belgische en de Pekij, daar is niks over gezegd, daar is niks over beschreven. Meer jeneverbes. Dat proeft je denk ik ook wel. Ja. En wij doen daar nog iets minder gentiaanwortel bij, een distillaat van gentiaanwortel, voor een scherpere, bittere toets. En dan nog een heel kleine fractie van karwijzaad, wat ook een zekere frisheid geeft. Ja. Stijn zegt, leven aan Sophie. Ik ken ze niet, maar ik lust het wel. Ja, dat moet ik wel vertellen. Deze Genever in deze fles, de fles trouwens, is gewoon het resultaat van een wedstrijd die in het begin jaren 90, toen wij voor het eerst ontstoken waren, de winnende prijs heeft behaald en die we dus zijn blijven produceren. Wordt ook in Duitsland gemaakt voor ons, speciaal ontwerp voor ons. We hebben diezelfde fles ook in een rode kleur. Dat is dan hetzelfde product, maar dat 7 jaar op vat hier in de kelder heeft gelegen. Dat moet hier allemaal maar eens komen drinken. En dan volgende week, als wij ons groot verjaardagsfeest vieren, dan hebben we een zeer exclusieve moutwijn Genever in een zwarte kruik, zoals deze. Okay. Enkel met wat Genever best gearomatiseerd. Maar goed, Anne-Sophie, nog even... wij stellen elk jaar ons vers stooksel, hè, ons batch van het jaar, bij wijze van spreken, voor bij de Geneverfeesten hier in Hasselt. Derde weekend van Hasselt, dat Hasselt op zijn kop staat. Alles ruikt naar Genever, bij wijze van spreken, hier in de stad. Iedereen ruikt naar Genever. Iedereen ruikt naar Genever. Ja. Zeker zondagavond van dat weekend. Sinds dit jaar, sinds afgelopen maand eigenlijk, zijn wij begonnen met elk jaar de Genever-ambassadeur aan te stellen. En die persoon, in dit geval Anne-Sophie B. of Anne-Sophie Breisem, onze andere producten hebben ook een voornaam met dan de eerste letter van de familienaam om later problemen te vermijden met naamgevingen en deponeringen en zo. Maar Anne-Sophie Breisem is onze Genever-ambassadeur tot de volgende Geneverfeesten. Met haar gaan wij het komende jaar allerlei activiteiten ontwikkelen. En wie is Anne-Sophie nu? Zij is zaakvoerder en chef-kok van een restaurant hier in Hasselt. En zij is in 2018, als ik me niet vergis, uitgeroepen tot Lady Chef van het jaar. Zij doet ook mee in verschillende kookprogramma's op NJAM. Snacksmasters op VTM. Dus wij gaan met haar
allerlei lekkere activiteiten doen in het voorjaar. Met jenever en met allerlei bereidingen. Zij gaat op een gegeven moment bij ons in een mobiele keuken een 3 of 4 gangen menu bereiden voor de mensen daarvoor inschrijven. Op basis ook van onze huisproducten, want wij maken niet alleen jenevers, wij maken ook een aantal likeuren op basis van alle recepten. Ja. Voilà, dus dit jaar is dat Anne-Sophie. Volgend jaar, ja, dat zullen we dan volgend jaar... Moet nog gezocht worden, ja. Dus sollicitaties mag je sturen naar Davy. Davy@genevermuseum.be, denk ik dat het mailadres is. Ja. Misschien is het ook een goed moment om even te vertellen wat jullie juist doen hier in het Genevermuseum. Want het is uiteraard een soort historisch museum. Hè. Je kan hier bijleren over geschiedenis, maar jullie doen ook heel veel leuke events en een soort moderne aanpak van Genever. Dus, Ja, wij proberen altijd op een originele manier, op een verrassende manier, de mensen toe te leiden naar dat edele product, hè, met een hele traditie, een heel verhaal erachter. En wij organiseren, zoals elk museum dat doet, tentoonstellingen, workshops, tastings. En dat kan gaan van heel erg niche thema's, de geschiedenis van bepaalde stokerijen. Pardon, op dit moment loopt een relatief grote tentoonstelling over stokerij Freins, een van de grote stokerijen in Hasselt. Maar we hebben ook al een tentoonstelling gehad over distilleren in de kunst, bijvoorbeeld een kunsttentoonstelling. Mm-hmm. Maar ook evenzeer over flipperkast, de geschiedenis van de flipperkast. Dus de omgeving waarin geflipperd wordt, is een café. Maar wat werd daar zeker vroeger ook veel gedaan, jenever gedronken. Dus we proberen het wel open te trekken en ruimer te zien dan dat hele specifieke jenever verhaal. Maar het belangrijkste nog altijd, en dat is ook de reden geweest waarom de stad Hasselt, want het is een museum van de stad Hasselt, destijds 40 jaar geleden dus het museum heeft opgericht, is dat wij die rijke jenever traditie van Hasselt, maar bij uitbreiding van ook Vlaanderen en de Lage Landen. Want we brengen zeker niet alleen het verhaal van de Hasselt-Genever, maar van de Genever in het algemeen. Mm. Dat we dat levend houden, niet in het minst door zelf op wetenschappelijk verantwoorde en historisch verantwoorde manier dus Genevers volgens de traditie te maken. En vergeten die keuren, zoals ik het ook vaak noem. Ja. Het is iedereen die heeft ingeschreven voor de tasting heeft ook 2 gratis tickets voor het museum in zijn pakketje gekregen. Dus zeker eens langskomen. En we hebben daar straks ook afgesproken, ik en Davy. Ik kom langs, welke datum hadden we gezegd? 11 januari, denk ik? Februari. 11 februari, want januari zijn ze gesloten. 11 februari, dat is een zaterdagmiddag, kom ik sowieso naar hier. En misschien moet iedereen die dan ook goesting heeft, dan ook afkomen, dat we met z'n allen zijn. Dus als je daar zin in hebt, laat het aan mij weten ook, jeroen@meug.be. Dan heb ik ook een beetje zicht op met hoeveel dat we gaan zijn. En dan kan Davy ons hier rondleiden in het museum. Dus 11 februari, zaterdagmiddag om 14:00. Ik hoop dat we met veel zijn en dan kunnen we nadien nog... Want sowieso is in elk bezoek ook een proeverij in de bar, in het proeflokaal inbegrepen. Dus ik denk dat dat wel eens een toffe dag zou kunnen worden als jullie erbij zijn. Dus 11 februari, noteer het en ik hoor het dan wel. Davy, ik moet een beetje op de tijd. Ja, we zijn al een uur en een half bezig. Dus we gaan naar de Kiekendief. Van Braakman, ook een distilleerderij die ik wel ken, maar vooral uit de whiskywereld. Ja. En de Kiekendief is zo ook een fantastische naam, vind ik. Ja. Van een Genever. Dus, ja. Vertel. Kiekendief, stokerij Braakman in Oudenaarde. Ook al een stokerij met een mooie traditie, opgericht in 1918. Achille Braakman. Onkel Achille in de sessie. ook weer een winkel en een stokerij. En, de stokerij kreeg de naam De Blauwe Duif. En, wat ook een van uw Genevers is. Wat ook... Mooie naam, hè? De Blauwe Duif. De Blauwe Duif, ook in ons, hebben we hier ook in ons aanbod. Mm-hmm. Ik heb vandaag gekozen voor de Kiekendief. De naam, daar hebben we het raden naar. Weten ze dat bij Braakman zelf ook, hebben ze daar niet echt een verklaring. Het bekt gewoon goed. Zoals de beste dingen waarschijnlijk op een hele late avond bedacht. Ongetwijfeld. het mooie aan deze stokerij is ook dat, we zijn er bij de vorige niet echt op ingegaan, maar die in de late jaren 80 volledig vernieuwd zijn. En in die zin nog altijd heel modern aanvoelen. Mm-hmm. En dat eigenlijk ook wel zijn, zeker qua installatie en zo, zijn dat zeer, zeer goede installaties. Het bijzondere aan, aan,
aan de, zeker de Kiekendief, maar ook een aantal andere Genevers in het assortiment van Braakman, is dat zij, wat vrij uitzonderlijk is, een derde keer die gaan distilleren. Oh ja. En die, dat, die derde overhaalbeurt, die derde overhaling, is een overhaling die zij over de Geneverbessen doen. Okay. Dus wat heel vaak gebeurt bij de meeste Geneverproducenten, is dat zij twee keer gaan distilleren, ruwstook, fijnstook, en dan gaan aromatiseren door de aroma's druppelgewijs, pipetgewijs gaan toevoegen. Wat doet Philippe Braakman en zijn zoon Sébastien Braakman? Die gaan hun moutwijn nog eens overhalen over de korf vol met Geneverbessen die dan in een alambiek zit. Eigenlijk zoals het traditioneel ook altijd gebeurt. Ja. Dus we hebben hier, om even ook terug bij ons BGA-verhaal te komen, ook een echte... Wacht, er liggen. Nu is het Eau de Flandre, hè? Eau de Flandre of Oost-Vlaamse graangenever. En Eau de Flandre wordt geschreven, de letter O de Flandre. Niet zoals op Frans, maar het is Eau de Flandre. Ja. Ja. Warme geroosterde granen, toastjes, getoast brood. Een kiekendief is uiteraard ook een vogelsoort, onkel Achille, dat klopt. Hè. De grauwe kiekendief, denk ik, is een van de soorten. Dus, waarschijnlijk is er een heel gamma vogels de revue gepasseerd in het assortiment na de blauwe duif, de kiekendief. Rogge en mout. Rogge en mout. Geen ander... Geen ander dat was zoals de... Was er nog een zoals... Rogge en mout, de Vieux Nouveau? Nee. Ik weet het niet meer. De Piquet. Juist. Misschien moet ik nu terugkomen op de vraag van onkel Achille van daarstraks over de cocktails. Want op het label zie ik hier een recept voor een cocktail staan. En dan Stijn Hiers. Het recept is een caipirinha harrier. Dus eigenlijk een caipirinha, maar in plaats van met cachaça maken ze met deze kiekendief. Ik haal Stijn er even uit, omdat hij de importeur van cachaça is. Sabor.com zeker, of .be, zet maar in de sessie, Stijn, mogen we nog een beetje reclame maken. Maar dus, Genever met cocktails? Ja. Cocktails, Stijn kan dat allicht bevestigen. Cocktails, die zijn ontstaan aan de oostkust, in de cocktail, de speakeasy bars aan de oostkust van de Verenigde Staten. Einde 19e eeuw, begin 20e eeuw, boomde dat. Wat gebruikte men toen? Genever. Weliswaar geen Vlaamse genever, maar Hollandse genever. Maar de meeste cocktails werden toen gemaakt op basis van genever. Dan kwam de drooglegging. Hier kwamen dan de wereldoorlogen, waardoor die import van Hollandse genever, en zeker van Belgische genever, dat viel helemaal stil. Waar gingen ze naar teruggrijpen daar in de Verenigde Staten? Ja, wat was overal voorhanden, wat in de UK ook voorhanden was, gin. Ja. En dan zijn ze heel wat van hun cocktails gin-based gaan maken. Dus het kan zeker, hè, want de oorsprong van de cocktails... goed, daar is ook wel wat discussie over en heel wat artikels over geschreven. Is het nu Genever of gin? Maar we mogen er toch wel van uitgaan dat er zeker ook cocktails gemaakt werden met Genever. Mm-hmm. Nu, de laatste jaren, hebben we het juist al gezegd, Genever wordt terug aan een revival toe. Mm-hmm. En dat heeft niet alleen te maken doordat de consumenten teruggrijpen naar traditionele producten van authentieke producten. Authentiek, maar dat ze ook, maar ook door het feit dat in meer en meer cocktailsbars Genever terug op het schap staat als een van de white spirits. En ook de belegen Genevers worden stilaan meer en meer gebruikt in whisky-based cocktails. Mm-hmm. Zijn zeker evenwaardig om dat te doen. Mm-hmm. En dat draagt natuurlijk ook bij aan het wegwerken van dat oudbollig karakter van de Geneverfles bij Bompa in de kast. Wij krijgen hier als museum regelmatig vragen vanuit die Angelsaksische cocktails zien van ja, hoe zit dat nu juist met die Genever? Ja. Is dat nu echt Holland of hoe zit dat met Vlaanderen? Dat is dan ook heel vaak de vraag. En ik moet dan zeggen wel, het is eigenlijk een verhaal van de Lage Landen. We zijn heel lang samen geweest, dus we hebben allebei ons aandeel daarin. Maar het is wel zo dat in heel wat cocktailbars de gin en de vodka's vervangen worden door Genever. Ja, in aanvulling op, hè, want we hebben een aantal bartenders in het publiek, dat weet ik ook. Ja. Of mensen die daar toch mee bezig zijn, dus dat vind ik ook leuk dat jullie erbij zijn trouwens. Dus
Dankjewel. En ik denk het ook dat het weer een wapen in het arsenaal van de bartender is om ook dit te kunnen gebruiken voor recepten. Hè? Dus het is iets zo eigen en anders, niet alleen de kikkendief, maar alle producten die we hier aan het proeven zijn, waar dat je iets mee kan doen, denk ik. Ja, ik vertel ook vaak tegen de mensen van kijk, je hebt eigenlijk, Genever is complexer dan enerzijds whisky, wat voor zich spreekt, hè, want er zit sowieso met die aroma's. Maar het is ook anders en misschien ook wel complexer dan gin, omdat je in Genever het beste van die twee werelden samen hebt. Je hebt het spel met het graan, eventueel de vatrijping van de whisky, en langs de andere kant het spel van de combinaties van aroma's zit daar ook in. Dus het produceren van de Genever is veel moeilijker dan productie van gin. Het is fantastisch. Ik doe heel veel tastings met heel veel mensen die allemaal met een andere drank bezig zijn. En die zeggen allemaal dat hun drank de meest complexe en de beste is. Dus ja. Dat is... U bent een heel normaal mens, Steven. Voilà. Dus voilà. Kom dat thuis ook eens zeggen. Ja, voilà. Het staat op tape, we kunnen het weer bekijken. Misschien moeten we de laatste Genever ook inschenken, want dat is echt voor mij, dat is de enige dat ik hier ook al, of een van de enige dat ik hier ook al geproefd heb op voorhand. Dat was echt een absolute ontdekking voor mij en ik hoop voor jullie ook, de Balegemse op 51%. En terwijl dat we dat proeven, want dat gaat een leuke ervaring zijn voor de mensen die het nog niet kennen, denk ik. Terwijl dat we dat proeven, misschien even toch die vraag stellen van hoe komt dat eigenlijk dat wij als Belgen onze drank, ons erfgoed, eigenlijk niet meer kennen? Ja, hoe komt dat? Ik zeg altijd, ga een keer een klapje doen met de distillateurs zelf, met de commerciële distillateurs. Ja, die halen dan allerlei argumenten aan die zeker waar zijn. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met toch die typische Vlaamse, ik zeg het eerst brave bescheidenheid, maar misschien toch ook wel die kerktorenmentaliteit. Hè? Dus er waren enorm veel stokerijen in de 19e eeuw, 18e, 19e eeuw in Vlaanderen en België. Mm-hmm. Dat waren kleinschalige familiebedrijfjes die echt stookten voor het dorp. Hè. En dan zijn er wel een aantal grote geweest en er zijn nog een aantal grote overgebleven. Maar wat wij niet hadden in vergelijking met de Bolsen onder ons, de Ketel Eens tegenwoordig. Ja. Die heb je nog. Een aantal Hooghout bijvoorbeeld, die toch ook nog in de wereld bekender is dan een Filiers of een Smeets. Die Hollandse handelsmentaliteit hebben wij nooit gehad. En het, ik denk het, eigenlijk daar... gewoon het durven roepen dat we goed zijn. Voilà, ik denk het. Ja, ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft. Zeer subjectief argument, maar... Ja, het zal er zeker mee te maken hebben. We hebben een Nederlandse in het publiek, dus... Ik associeer Nederland. Ja. En is het klopt meer Nederland? Dus ik ga het even herhalen. Ik denk niet dat jij opgepikt bent door de micro, maar dus Marleen hier associeert Genever met Nederland en veel minder met Vlaanderen. Ja, dat is natuurlijk als Nederlandse zijnde... Ja, ik ook hoor. Ja. Eigenlijk is dat verkeerd, dat komt een beetje door die marketing van de Nederlandse producenten die het ook wel geprobeerd hebben om in de wereld op de kaart te zetten als Dutch gin. Ja. En ja, Dutch gin, vertaal het maar, dat is Hollandse gin, Genever. Ja. En ook daar, zij roepen het uit. Zij zetten het in hun vertaling, hebben zij de oorsprong... wijzen ze naar de oorsprong, naar de wortels. En dat hebben wij nooit gedaan. Alsjeblieft. Nee, het is ook niet fout. Het is wat ik daar straks zei. Genever is... de eerste verwijzingen naar Genever als drank Genever, die dateren aan de 17e eeuw. Toen werd er echt het woord Genever gebruikt om een distillaat op basis van graan en Geneverbessen. Geneverbessen, water, zo wordt het omschreven. Ja, en in die 17e eeuw waren wij de lage landen, waren wij nog één groot land. Met
al wat productie in Hasselt, Antwerpen, ook in Oost-Vlaanderen, maar zeker ook in Rotterdam, in Weesp, in het Schiedam voornamelijk. Maar dat is ook de periode van die 80-jarige oorlog, waar dat we vooral in de zuidelijke Nederlanden bij ons daar last van gehad hebben, in de noordelijke Nederlanden veel minder. Is dan wel zo geweest dat in die zuidelijke Nederlanden zijn heel wat families, omwille van hun godsdienst, een ideologische achtergrond, geëmigreerd naar het buitenland. En om maar een voorbeeld te geven, er zijn dus zuidelijk Nederlands, dus eigenlijk Vlaams of Belgische distillateurs, geëmigreerd naar Frankrijk, naar de cognacstreek. Mm. Want er zijn misschien al mensen in de buurt van cognac geweest. Langs de Charente heb je daar een Quai des Flamands, waar distilleerderijen waren, omwille van het water. En het waren die Zuid-Nederlandse, die Vlaamse distillateurs die daar de cognac, de distilleertechnieken voor cognac zijn gaan meer verfijnen. Ik zeg niet dat zij daar de exclusieve rechten op mogen eisen, maar ze liggen We gaan dat gewoon claimen. We gaan dat gewoon claimen. Maar ze liggen zeker mee aan de basis. Dat is ook de periode van Bols, waar we straks over hadden, hè, die naar het noorden verhuisd zijn. En de Spanjaarden, die zaten niet alleen in Nederland zelf, maar ook in de regio rond Antwerpen. Dus in die zin... Wat Stijn zegt, klopt ook. Stijn is een historicus. De Oostenrijkers hebben ook het distilleren een tijd lang verboden geworden. Dat het niet kon. Dus. En als je natuurlijk een aantal jaar dat niet meer doet, dan sterft dat uit, hè? Zo'n gewoonte. Hè? En goed dat Stijn het zegt, want straks was er de vraag waarom Hasselt zo gefloreerd heeft met Genever. Hasselt, in de 17e eeuw, 1601, werd er een verbod uitgevaardigd door de aartshertogen Albrecht en Isabella. Dat zei van, kijk, er mag geen brandewijn, geen jenever gemaakt worden uit graan en andere zetmeelhoudende producten. Dat moest gebruikt worden om brood te bakken, om mensen te spijzen, niet te laten veranderen. Maar Hasselt behoorde niet tot het graafschap Vlaanderen waar die verordening of die ordonnantie van kracht voor was. Prinsbisdom Luik dan ook. Maar Hasselt behoorde tot het Prinsbisdom Luik, waar dat verbod niet gold en waar men dus verder heeft kunnen stoken en waar dus de basis ook meegelegd werd voor die ontwikkeling van de Hasseltse nijverheid. Ja. Allemaal gezegd zijnde... Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden van die Balinghamse. Want dat is toch weer een heel ander beestje. Hè? Ik vind dat super lekker, voor alle duidelijkheid. Man. Stijn zit een hele tijd met verf in zijn hoofd. Ik denk dat je het dan hebt over de Genever. Hè? Of niet in het algemeen gewoon, maar lekkere verf, zegt hij dan nog. Dus, ja, medicinaal horen wij ook heel vaak. Ziekenhuis, geur, smaak, aceton... nagellak. Eter. Eten, ja, inderdaad. Maar ja, wij zeggen ook, dit is een echte Vlaamse, oer-Vlaamse stalgeneve, een koeienstalgeneve. Ja. En dat is ook letterlijk ook wel zo. Ja, want dus Balinghamse graangenever, dat is ook een beetje grappig, dat is dus een eigen BGA. Ja. Maar er is ook maar één stokerij die dat maakt. In Balinghem, in de Zwalmstreek. De stokerij van Damme. Stokerij van Damme, ook een beschermde stokerij, zoals hier... onze setting. Ja. Wat je hier misschien niet gaat uithalen, want van alle producten die wij hier geproefd hebben, is dit de Genever waar tarwe in zit. Dus rogge, tarwe, zelfs wat maïs en mout uiteraard. Maar het is zeker niet dat zoete aspect dat zachte aspect van enkele van de andere Genevers. Ja. Ik ben het eens met wat zowel Jeroen als Stijn daar ook zeggen. Een geweldig distillaat en zeer lekker. Maar this is not for beginners, hè? Nee. Het is geen instapje neer, zoals we dat noemen. Hè? Nee, absoluut niet. Dit is... dit mocht je ook niet als eerste product drinken, want dan is je smaak voor de rest van de avond Balinghem. Dus echt de koeienstallen, want Stokerij van Damme is de enige landbouwstokerij nog in België. Mm-hmm. Zij claimen de Benelux, maar er is ook nog eentje in Nederland, Kappenkwijk Distillers, degenen die dat zouden kennen. Maar zij telen nog hun eigen graan op het land dat bemest wordt met de mest van hun eigen runderen. Okay. Ze hebben nog 250 runderen, waarvan er deze week, want ik heb Dominique van de stokerij nog gezien deze week, waarvan er deze week 80 moesten kalveren. Dus... right. Dus het is echt een klassieke landbouwstokerij en een hele klassieke Genever, enkel gearomatiseerd met een heel klein beetje Geneverbest. Voor de rest niks. Dus echt puur, bijna puur moutwijn. Mm-hmm.
Nee, het is puur op moutwijn. Er is ook geen ander granendistillaat aan toegevoegd. Dit is dus, en zeker ook dat alcoholpercentage van 51%. Ze hebben hetzelfde product ook beschikbaar op 41 en 31. Maar dit is wel het alcoholpercentage waarin onze voorouders pre-oorlog de Genevers dronken. Hè. Dus dat was een meest voorkomende alcoholpercentage, dat 45, tussen de 45 en de 55%. Dus dit komt wel heel nauw in de buurt van de typische 19e eeuwse... De 100 proof Genever. Eigenlijk. Ja, ja. Ja. All right. Ik zie ook op de fles, ik denk dat het een enige is waar Genever met een G geschreven wordt. Ja. Wat is het verschil tussen G en J? Of is er geen verschil? Er is totaal geen verschil. We zien al, ik heb daar straks al even Jacob van Maarland sprake gebracht. Mm-hmm. Dat is de eerste die in het Nederlands schrijft over distilleren. Hij gebruikt nergens het woord distilleren, maar het gaat wel over extraheren en distilleren de principes. En hij beschrijft heel vaak de Geneverbesboom. En hij gebruikt daarbij ook de verschillende schrijfwijzen. Dus Genever met een J, met een G, zelfs met een W in het midden in plaats van een V, met een E van achter. Dus verschillende schrijfwijzen komen terug. En we zijn dat ook blijven behouden. Nu, als je het etymologisch gaat bekijken, en ik ben taalkundige van opleiding, dat heb ik dat straks niet gezegd, maar ik heb helemaal niks te maken met biochemie, met exacte wetenschap, ik ben taalkundige. Als je het gaat terugkijken, er is veel discussie van hoe zouden we het nu standaardiseren? Zouden we de J gebruiken? Wij gebruiken hier in het museum standaard de J, omdat Genever op zich is een afgeleide van het Latijnse juvenis en pareren, samenstelling van juvenis, jeugdkracht en pareren voorbrengen. Dus het voorbrengen van levenskracht verwijzend weer naar die geneeskrachtige eigenschap van de Genever. Latijnse naam is ook Juniperus, denk ik. Hè? Ja. Dus Geneverbes Juniperus is de Latijnse naam. Maar als je dan nog verder terug gaat in de tijd en gaat kijken naar het Keltisch, dan zie je daar wel in de zelfstandige naamwoorden een stam die begint met een G. Dus er is voor de oudste sporen zouden toch wel, of de oudste oorsprong zou een G zijn. Maar goed, daar zijn zelfs taalkundigen het niet over eens. Maar het kan dus allebei. Ja. Ja. Stijn heeft ook een toffe vraag. Ik weet niet of je er gaat op kunnen antwoorden, Davy, maar ik liet me ooit vertellen dat de proef werd getest door een stuk laken in de Genever te dopen en dan in de fik te zetten. Ja, klopt. Ja. Klopt? Oké, voilà. Mike van Stokerij en Wilderen heeft dus gelijk gehad. Dus stoffen doekjes die om te zien of de alcohol op sterkte was, doopten ze daar inderdaad in het distillaat. Mm-hmm. En zolang het niet brandde, was hij niet op sterkte. Okay. Ja. Voilà, kijk. Voor de rest, wat heb ik hier nog gezien? Doet me denken aan New Make Whisky, ja? Dus het heel granige ervan, snap ik wel. Scherp en niet toegankelijk voor de kerstdrink, maar wel lekker. Dat is een mooie omschrijving, Mark. En onkel Achille weet dat ze in de stokerij, dat moeten we misschien nog even doen, in de stokerij ook een erg alcoholische Balinghamse koffie serveren hiermee. Absoluut, ja. Je raakt daar niet buiten zonder minstens één of twee druppels gedronken te hebben. Ja. Met of zonder koffie. Met of zonder koffie. Ja. Dat is misschien nog eentje dat we zeker nog moeten doen en dan gaan we stilletjes aan afronden. Stokerij, branderij, distilleerderij. Wat is het verschil? In Vlaanderen, in België, in Vlaanderen, want het zijn Nederlandstalige woorden, maken we dat onderscheid niet. Voor ons is het wij zeggen meestal stokerij. Ja. En in een stokerij gebeurt alles. Van het produceren van moutwijn tot het produceren van aroma's en dan de afwerking tot een eindproduct, Genever. Mm-hmm. In Nederland is er traditioneel wel het onderscheid. Had je branderijen en distilleerderijen. Mm-hmm. Zeker in Schiedam, het Zwart Nazareth, zoals dat genoemd werd, waren er heel wat branderijen. En wat deden branderijen? Die maakten uitsluitend moutwijn. En die moutwijn werd dan verkocht aan distilleerderijen. Distilleerderijen die kleine alambiekjes hadden, waar ze hun kruiden en vruchten gingen distilleren of macereren. En die dan gingen toevoegen of blenden en afwerken met de aangekochte moutwijn. En het branden, branderijen, daar werd dus exclusief moutwijn gemaakt. Okay. Ja. Maar dat onderscheid... Dat is in Vlaanderen en België nooit geweest. Wij deden alles alles in huis. Ja, in huis. Ook weer al uitgeklaard. Weer een vraag die ik kan schrappen van mijn lijstje dat ik gemaakt had. Ik denk, stilletjes aan, Davy, dat we alles geproefd hebben. Ja. En dat we ook al heel veel verteld hebben.
Als er nog vragen zijn op dit moment, dames en heren, is het nu het moment om ze in de chat te gooien. Want anders ga ik stilletjes aan naar het einde van de sessie gaan. Misschien, Davy, kan je nog heel even vertellen wat er voor jullie nog op het programma staat de komende weken, maanden? Wat zijn jullie nog van plan in het museum? Ja. Volgende week zaterdag vieren wij dus ons 40-jarige bestaan. Het is allemaal gratis. Gratis taart, gratis borrels, gratis animatie. Je moet je wel inschrijven op onze website, genevermuseum.be. Er zijn op dit moment iets meer dan 1000 inschrijvingen. Okay. We kunnen tot 1200 gaan. Dus ja, het is een kwestie van snel zijn, want het gaat echt hard, de inschrijvingen. Ja. Heb je het liever wat rustiger? Wij dienen hier ook op deze locatie hier binnen Jazz in Genever concerten. Ah, top. Dus ik denk 9 december, maar het staat ook allemaal op onze website, hebben wij hier het laatste van het jaar, we doen er jaarlijks een viertal, een jazzconcert, wat uiteraard afgesloten wordt met een borrel in ons proeflokaal. Dus, en volgend jaar, ja, het hele programma staat nog niet allemaal op de website, maar op onze website heb je een goed idee van wat we allemaal doen. En 11 februari komen we dus met z'n allen naar hier. Allemaal welkom, ja. Er is nog een vraag van Erik. Wordt de Geneverbis toegevoegd voor het distilleren en nadien, of enkel nadien? Of wanneer wordt de Geneverbis toegevoegd? Geneverbis wordt na de tweede stookbeurt, na de tweede overhaling. Of zoals bij Braakman, na de derde overhaling, tijdens de derde overhaling. Ja. Ja. En worden ze in hun geheel gedaan, vermalen, geplet? Wat wordt daarmee gebeurd? Nat, droog? Droog. De rijpe gedroogde bessen. Ja. Daar wordt een distillaat van gemaakt. En dat wordt dan in zijn vloeibare vorm met een druppelteller toegediend. Aan de moutwijn toegevoegd. Super. Ja, super. All right, ik zie geen nieuwe vragen meer in de chat. Dus ik denk dat we stilletjes aan gaan afsluiten. Dit was de eerste keer dat we de online tasting een beetje op deze manier gedaan hebben, namelijk met mezelf op de locatie en naast mijn gast, in plaats van alle twee van bij ons gezellige thuis achter de computer. En ik heb mij in elk geval goed geamuseerd. Dus ik denk, ik denk dat we dat nog gaan doen. Dankjewel allemaal om erbij te zijn. Ik ben momenteel bezig voor Meug met de planning voor allerlei sessies volgend jaar. Als je een idee hebt of een plan hebt of je wil absoluut eens iets proeven, een bepaalde drank, een bepaalde maker, een bepaalde weet ik veel wie, stuur het mij door, want ik kan niet alles zelf bedenken en alle goede ideeën worden zeker beloond met een drankje. Mezcal, Stijn, dat hebben we al gedaan, dus misschien dat we tequila gaan doen, daar was ik er straks over aan het denken, dus dat kan ik nog wel eens zien. En onkel Achilles een idee ken ik al, ja, maar daar ben ik ook mee bezig. Lieve mensen, heel veel dank om erbij te zijn. Davy, dank je wel. Met plezier. Bedankt allemaal om aanwezig te zijn. Nee, dank je wel om ons hier te ontvangen, om hun tijd te doen, om tickets te geven en bolletjes bij te geven enzovoorts. Super. En de 11 februari zien we elkaar terug. En voor de mensen die het gewoon zijn, er zal geen echte aftertasting volgen, want ik ga nu moeten afsluiten en opruimen. Normaal gezien is de aftertasting legendarisch. Dus deze keer niet. En nog een beetje reclame maken. 3 december doe ik een nieuwe leuke online tasting. En dat zal met Bert Braneel zijn van Asta Morris. En dan proeven we 5 Shizuoka's whiskies uit Japan en 1 Okintoshin van 1998. En dat gaat sowieso weer heel tof zijn. Dus ziet dat je erbij bent. Dankjewel en tot de volgende keer. Tada. Dag.